Yeah, we zijn live. Op deze vrijdag. Vrijdag, namiddag. Live Kings. Bijna weekend. Gamen, maar streamen. Weekend ga je pas in met een echte vette livestream. Met een livestream van ons. Van ons inderdaad. En wij hebben een hele bijzondere game. Kijk maar. Naar deze bijzondere game. Simulator. Je ziet het. Goat Simulator. Goats. Waarom hebben we Simulator. Goat Simulator gekozen? Dat heb jij gedaan, of dat niet? Dat is de game die het internet... wat je alleen op internet zag van de week. Iedereen speelde is opeens Goat Simulator. Is dat echt waar? Ja. Dus wij dachten van, nou, laten we even binnenhengelen. Ja. En ook gaan spelen. Ja. En laten zien wat voor soort game het is. Het is ook nieuw voor ons. Ik kreeg net die controller in mijn handen gedouwd van, jongens, ga maar lekker los. Het is een game van met een geit erin. En het schijnt heel realistisch te zijn. Dat zie je toch dus gelijk. Kijk, dit is onze geit. Zie je de tong? Nou, sterker nog, dat is dus niet zo realistisch hoor, die tong. Nee, heb ik nog nooit zo'n geit met zo'n tong gezien. Jij komt uit een dorp waar heel veel geiten rondliepen. Nou, ik heb wel eens geitenkaas gegeten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vind ik niet echt. Ja. En het stinkt ook in een geitenstal. Ik heb wel eens schoongemaakt in een geitenstal. Geiten vreten alles. Ja, die zijn niet zo moeilijk, nee. Nee. En af en toe zijn ze heel aardig en af en toe zijn ze heel boos. Ja? Ja, dat is echt bizar. Dat soort van mood swing. Kijk nou, hij kan springen, joh. Deze het lijkt wel een springgeit. Springen, inderdaad. Springgeit. Hey, weet je waar deze game vandaan komt? Uit Amerika. Nee, Italië, Japan, Madagaskar. Dat wilde ik niet zeggen. Het is een game die bedacht is op een game jam. Weet je wat een game jam is? Ik weet zeker wel wat een game jam is. Een bepaalde tijd moet je een vette game zien af te leveren. Ja. Nou, dat was dus Goat Simulator. En maar dat hebben ze wel uitgebouwd nog, hoop ik. Want die wereld die je hier ziet, kan je niet maken in een game jam. Maar de game is ook niet af. En dat zeggen de makers ook. Sterker nog, ze zeggen van, koop het ook vooral niet, want het is niet af. Het is eigenlijk een beetje onzin. Nee, maar het is wel lachen. En ik zie daar dus iets op de achtergrond dat ik heel interessant vind, die hele hoge duikplank. Zwem, wat gaan we erheen? Ja. Nu meteen. Ja, toch? Laten we niet want wat is het ding? Laten we, ga er maar alvast heen. Dit is een geit. Hij kan hier. Dat is een geit. Hij kan dashen, zo. Wham, wham. Hoe dan? Wat doe je? Dashen, wham. Remmen kan niet. Kijk, want ik kan gewoon niet. Zou je dan doen? Een feestje. Kopje naar beneden. Zo, wat is hier gebeurd, joh? Er zijn mensen dood. Jezus, joh. Wat doe jij nou? Bestie. Zie je, ineens is hij boos. Ja, dat kan dus. Voor deze game. Hier. RyzenL vraagt, kan hij ook een rocket jump? Hier, en die guy hangt nu dus aan. Razer zegt, wat is dit voor spel? Dit is dus Goat Simulator. Kijk wat ik gedaan heb. Aan zijn tong? Die guy zit dan vast aan mijn tong. Niet. Ja. Oh, vandaar dat hij zo'n gek tongetje heeft. Je kan hem gooien, denk je, voor de bus. Gooi hem voor de bus. Kinker hem voor de bus. Ga weg, kijk uit. Bam! Hit by truck. Jij ook, dood. Dood, goat. Ik kan gewoon weer opstaan. Gruwelijk, zeg. Hey, wie hebben we daar? Stream Shelly. Streamy. Kom eens even tussen ons in zitten. Streamy. Ja, maar ik heb geen ding. Nee, je hoeft ook niks te zeggen. Je mag gewoon even tussen zitten. Dan weet iemand... Kijk, want dit is Shelly. Shelly komt er nog bij vandaag als we Titanfall gaan spelen. En daarom, Jelle, gaan we Titanfall spelen straks ook. Jelle, kijk uit! We gaan straks Titanfall spelen. Dan komt Shelly er ook bij. Want Shelly heeft ook wat nieuwtjes gefixt voor als je niks meer weet. Voor als wij niks meer weten te zeggen. Nou, ik kan een partijtje lullen als brugman. Oké, nou goed, we hebben in ieder geval wat nieuws. En je moet nog een item afmaken, of niet? Ik ben al helemaal klaar. Het is klaar. Oké. Nou, dan moet jij nog, werken? Of kan je er zo meteen bij? Als wij zo meteen genoeg hebben van Goat Simulator. Oh. Nou, dan roep je als de tijd ervoor begint. Ja. Oh, mijn geit weer. Of cool. En dan mag ik een microfoontje. Ja. Yay, Shelly. De hotdog zegt, Dennis is het beest. Je bent al drie keer overrijden.
Het beest. Ja, met ja, het kan beest. Ik, even bezig was. Ik ga even naar die locatie die je vet vond. Ja, dat is niet daar. Dat is helemaal de verkeerde kant op. Ga je. Weet je wat ik er een beetje op vind lijken? Oh, wat vet, man. Ik vind het zo cool uitzien, man, dit. Mooie light effects. Beetje postal. Ja. Je had ook zo'n game waar je gewoon alles voor aankutten. Ja, dit is inderdaad aankutten. Maar dat is het ding, hè. Kijk, er staat, kijk hier, er is een ballenautomaat staat hier. Kijk, ga je eens naar binnen. Ja? Met de geit. Bah. Wacht even, even. Zo. Brrr, dat was meer een verkrachtende opa. Oh, dit is een filmcamera. Nee, het is een ballenschieter. Hij werkt ook gewoon. Ja. Ga maar tennissen. Pak maar een bat. Lick baseball. Oh. Je tank zit vast. Pak die skill shot. Pak dat ding, ja. Pak dat ding. Lick de baseball bat. Je kan dingen likken. Dat is leuk om in een game eindelijk een keer dingen te kunnen likken. Likken. Ik ga even kijken. Welk platform we spelen op de PC, Woody? Ja, deze alleen op de PC. Jelle, ga je koken? Nee, Esmee, ik ga niet koken nog. Dat is grappig inderdaad. Ik zou dat doen. Ooit een keer. Somtoom ga ik koken. Maar dat betekent dus wel dat Boris eerst een groene papaya voor me moet halen. Een goede papaya? Waar haal je papaya's? Ja, dat weet ik dus niet. Een groene papaya weet ik niet. Normale papaya kan je gewoon bij de supermarkt halen. Oh! Kijk nou! Oh. Je hebt een schieter op je rug! Wat vet! Pak, schiet die auto en shit. Rennen! Wat vreed zeg! Dit is toch gewoon... Dit is open world. Dit is mijn nieuwe game. Dat zie ik nou al. En de oude verkrachtende opa erin. Wat schiet hij nog? Welke Flynits, Jelle? Dit zijn de Flynits met Jolt en... Ja, mis. Oh, je kan zelf schieten! Ja. Maar je schiet niet raak, dat is wel weer vervelend. Kijk nou, wat is daar voor een chappie aan het ronddraaien dan? Dus ga ervoor staan. Kijk nou, dit is toch een speeltuin dit, jongens. Nee, dat is jammer. Je kan hem niet raak schieten. Dat kan wel. Beanball at Biggie. Zo, het gaat hier snel. Welke Flynits heb je hier? Ja, ik heb die groene gewoon, die groene Chukka's. Wat een bizar game is dit. Is deze game gemaakt in Gary's Mod? En Meijgman zegt, we hadden het eigenlijk Lick Simulator moeten noemen. Lick Simulator? Lick Simulator. Nou, dan kunnen we nog wat andere dingen likken. Kijk hoor. Hier is het dus gesloten, dat zie je. Er ligt dan wel een bal. Maar wat is het doel van deze game, Dennis? Niks. Jawel, want het staat flipping easy. Perform a successful front or backflip. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Nee, jongens. Ik weet hoe het moet. Ik praat even zoals een oude mevrouw tegen de telefoon. Hoe doen we een backflip? Hoe en doe dan je praat dat? Ik tegen de chat. Hier is gewoon de chat. Ik zie gewoon onszelf en hier is de chat. Waarom super is het chill. Kapot? Het Boris, je moet de Goat Tower klimmen. Twandetti zegt, ben jij weer Boris vandaag? Ja, ik ben gewoon weer Boris, joh. Dan kan je geitenkoning worden en het geiten laten regenen. Nou, ik wil er aan. Wat vet. Ik vind dit een realistische afschildering van het leven van de moderne geit, zegt Scissors. Het geitenleven doen dit dus heel dag. Nou, moderne geit inderdaad, ja. Die zijn gewoon een wreaking havoc. Kan deze felle geit ook... Natuurlijk kan een geit klimmen. Niet heel... Kijk nou, dat hoofdvie van hem. Dat is al 3 keer gebroken hoor. Kijk nou, wat vliegt daar? Dat betekent dat je kan vliegen. Dat is een guy. Ja, maar ik zweer je, dan kunnen wij ook vliegen. Sterker nog, je kan erop springen vanaf hier, denk ik. Nee, niet. Dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Kijk nou, wat van vet dat zeg. Jezus, dat hoofd van hem. Modern Goatware 2, zegt Meijgman. Meijgman, dat is een goede naam. Meijgman. Choppy NL zegt, haha, ben jij weer Boris vandaag? Ja, hij is het weer. Ja, kan het hier niet? Oh, is dit waar? Oh, jij kijkt uit, joh. Ja, ik zweer je dat je er. Ik zag je er gelijk vanaf donderen, namelijk. Zo. Het hoofd. Kijk. Maar je moet even een backflipje doen. Ja. En sterker nog, dat zou ook cool zijn als dat hier vandaan kan, natuurlijk. Nee, is dit het? Nee, nou, dan gaan we hier rechtdoor. Aan de andere kant wil ik. Oh, kijk, gewoon zo. Rechtdoor. Hop, ziet ons schaar, joh. Ik lijkt net of die geit een Tia heeft. Hey, zegt er zit een guy. Nou, trap hem maar af dan. Schiet hem. Headbutt. Hier heb je geheadbutt. Die is dus echt super dood. Ja, maar ik ga nu even kijken of ik erop kan springen. Je had hier ergens onder had je iets hangen, toch? Kijk, dat ding. Daar zouden we op moeten kunnen springen. Nou, je hebt daar een... Maar ik denk serieus dat we ook op dat andere ding kunnen springen. Welk andere ding? Die heel dat langs kon vliegen. Oh, de vlieger. Ja. Oké, kijk. Zie je hem daar? Heb je hem. Even kijken of dat gaat redden. Je kan vliegen met een jetpack, zegt Woody. Nee. Jezus, wat is dit voor game? Waar ligt de jetpack? Dat achtergrondmuziekje maakt het helemaal af, inderdaad. Dat is check gewoon inderdaad check. Een game. Ga je erop springen? Nee, je hebt een kloot! Ja, dan donder je toch een partijtje naar binnen hier. Ja, de spasmen zou ik er ook van krijgen, ja. Ik zou er ook zo... Kijk nou, een matras! Wat leuk. Kijk, je kan hier omhoog springen op een matras. Kijk, ik kan dit. Oh, ja, en dan toch nog niet. Dit. Spanje, nee, toch niet. Nou, hier kan je wel. Hier, ja, in deze lucht. Zeker omhoog hier. Woef! Wat een speeltuin. Zo,
Zo, dat was, waren zijn voeten. Ja. Dit is wel de meest sexy geit die ik in tijden heb gezien. Dat zegt this gay. Mooi, nou dan krijgt hij even een bij. Top game, zegt Nick. Ja. Komt er nog een andere game, Serbish Guy? Jazeker, dat wordt Titanfall. Titanfall. Dennis, waarom kon het niet laten om weer iets met Titanfall te doen. Nou, omdat weet je waarom? Nou, ik wil geen Titanfall. Nee, dat zei ik niet. Ik zei alweer Titanfall, want dat hebben we vorige week ook al gespeeld, toch? Battlefield. Nee, Battlefield hebben we vorige week gespeeld. Ja, twee uur daar lang. Was ik niet bij, hè? We hebben 2 uur lang naar de zat ik de aflevering af te kijken. En nu is, gewoon, is mijn editteam zo hard aan het vreedheid geweest. Ja, leg even uit wat er gaat gebeuren aanstaande maandag. Aanstaande maandag is onze eerste aflevering van het 15e seizoen GameKings op MTV. Om 10:55, aflevering 1. Waarin we een beetje laten zien hoe het eraan toe gaat als je begint aan een 15e seizoen van een programma op de Nederlandse beeldbuis. Want dat doen wij. Wie kan dat ons navertellen? Weinig mensen, denk ik. Weinig. Kijk hier. Swink, 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 swink. Dat is hoger, hè? Swink. Hop. Swink. Hop. Denk je dat je echt dat je Infinity hoger kan? Hop. Swink. Hop. Doe bah. Je moet ons even helpen, hoor. Hoe doe je dat? Het is wel een backflip. Waarom geen Elder Scrolls Online? Nou, dat hebben we. Dat doen we morgen weer. Morgen. Die Sierra morgen vanaf 6 uur. En dan Mokro is gelijk op de Shelly trip. Waar blijft Shelly? Zegt hij. Spring door de kas! Spring op dat groene ding. Ah, wat is dat groene ding? Dat wou ik dus Time hebben. Attack. Is dit Infamous Second Son? Ja. Ja. Dit is het eindelijk. Goede hoofdcharacter. Oké. Okay. Oh. Start the time trial. Just do it. Score as many points. Lick auto's. Q is where... Kijk, jij bent zo'n controller guy spelende Chappie. Ja. Dus jij gaat hier helemaal niks van bakken natuurlijk. Dat zien we. Kijk, je hoofd is weg. Je hoofd is weg. Dat zag ik gewoon. Ja, tos hem tussen die peoples. People's on the move. Oh, hoe doe je dat? The party game van 2014. And when you are and your friends are drunk, epicness plus 100 happens. Smackdown is er. En dat is een Engelse guy, dus je moet weer af en toe Denglish praten. Oh, must I talk Denglish? Denglish. Is it Denglish time? Must we also speak some Denglish today? Is it Denglish time? Denglish. Denglish is het eigenlijk. Het lijkt een beetje Denglish. Een nieuwe auto. Je moet een hond likken, zegt Joost de gekste. Oh, ja, ze scroot hem. Of de barbecue. Of die guy met die telefoon. Ik wil dus best graag... Kijk, er staat een vuurpijl. Er staat een vuurpijl. Lik de vuurpijl. Oh! Wee! Fireworks! Airhide. Normal. Reach for the moon. Je kan naar de moon. Ik zweer het je. Oké, close. Hoppa. Jesus. Ik vind het wel een Dead Goat is kind of... Ja, maar dit is toch open world? Dit is toch fucking... Kijk, doe even de tunnel. Denk je dat we iets kunnen doen in de tunnel? Nee, ik denk dat de tunnel klaar is. Nou, ik weet het niet hoor. Himlen 5 kilometer. Himlen. Himlen. Len. Dat is een Himlen leggen. Eens even kijken. Hahaha, Smackdown vond het cool. Denglish. Lukt niet zo heel veel. Ik wil feesten met de gasten die deze game gemaakt hebben. Dat is inderdaad waar. Dat wil ik ook okkies. En Choppy zegt, ik moet zeggen, jullie doen het een stuk leuker dan Skate en Boris. Vet, dat is altijd goed om te horen natuurlijk. Sleeping Goat, zegt Goat Racing. Ga naar de duikplanken. Dat zegt meneer Juni, is 79. Oh, bah. En daar ben ik het helemaal mee eens. Kom even iets kopen. Het is tijd voor de bieries. En voor de duikplank. Die mensen gaan wel aardig snel dood hier. Ja, zijn ze echt dood? Denk je dat ze full-on dood zijn? Er zit geen bloed trouwens in Goat Simulator. Gaan jullie ook Handball Challenge 14? Nou, kan iemand mij even als we wisten van dat... Kan iemand mij even vertellen hoe je een backflip doet? Nou, Smackdown zei net, toen je zo hard viel, er zat wel een backflip of twee tussen. Kijk nou, like Zlatan, like Baggio. Wat vet! Wat geniaal. Kan je ook overschieten dat je dan Zeedorf bent? Ja, even kijken hoor. Oh. Mm. Oh, likt wel. Oh! Iets lekker. Ja, dat is wel, dat maakt het wel af. Dat pilsje, dat hoort er gewoon bij. Dat muziekje, Jelle, jongen. Kun je aan Dennis vragen wat hij eergisteren deed? Vraagt Smackdown aan jou. Wat deed jij eergisteren? Ik heb deels een aflevering opgenomen met jou. Tot een uur of twee, denk ik. Was dat eergisteren? Ja, dat was eergisteren. En toen was ik thuis om een uur of... Heb je niet tussendoor iets raars gedaan of zo? Want Smackdown vraagt wat je gedaan hebt. Nee, ik ben voor de rest hier geweest, die dag. Oké. En ik ben een uur of 10, 11 thuis gekomen volgens mij.
Dat is wel laat. Hoezo wil Smack dat weten? Nou, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heeft hij ergens in de trein zien slapen. En terwijl je een soort van wild om je heen aan het roepen was. En dan... Kan. Heeft hij op het balkon gezien? Op het balkon? Tijd, elke dag, als kom ik thuis, misschien heeft hij wel ga ik even op het balkonnetje zitten. Ja, om even te relaxen. Ja. Dat is de poeper. De poeper. De daily routine. Dat bedoel ik. Headbutting the fans, daily routine, lekker poepen. Rechter muisknop is een dinges. Maar ja, die heeft dus, die heeft Dennis dus niet. Die rechter muisknop. Doe eens even een rechter muisknop. Is het niet gewoon de jump? Nee, en dan moet je denk ik je... Kijk nou! Wat is dit, joh? Hier worden dingen geofferd. Goat. Dit is Satan. Lik die andere geit. Lik eerst... Oh! Goat fight. Nog fuck yeah! Headbutt the goat. Lick the goat. Lick a goat. Wat vet zeg. Nee, oh! Ik weet al waarom ze vragen wat je eergisteren deed. Nou? Omdat jij... Eén gisteren. Ja, één gisteren. Aha, grappig. Er zijn gewoon mensen die... Ja, Jelle miste grap, er staat één gisteren van het hele item. Eén gisteren. Je hebt helemaal gelijk... Wow, check hoe mijn goat is veranderd. Jesus. Steroids. Goat. Ik ben een goat of steroids. Goat. Boom! Boom! Boom. Nou, dat is minder hard. Ik weet het niet. Duikplanken zijn de andere kant, of zegt meneer Johnny. Nou, ik ga even naar de duikplanken. Analoog indrukken. De analoge stick indrukken. Ja? Nee? Die andere misschien? Nee, nog steeds niet. Dat is het ook niet, jongens. Ike Ronald zegt, kijken jullie uit naar WrestleMania 30? Ja, heel erg. Gaan we daarheen? Is dat hier? Dat is niet hier, hè? Oh, oké. Okay. Waar gaan we dan heen? Nog helemaal net. Waar gaan we heen? Ik heb nog geen reactie op mijn mail. Maar waar gaan we ook weer heen? Waar gaan wij als het goed is naar heen? De kloten? Ja, jezus, naar de kloten. Waar spelen ze op? Nee, we spelen niet op de Xbox of de Xbox One, we spelen op de PC. Ik heb een hele... Vandaar namelijk, dat is inderdaad het ding, we spelen op de PC met een controller. En ik denk dat het er niet helemaal voor gemaakt is. Jawel, want anders zou het niet kunnen. Ja, maar ja, dan dit zijn denk ik te weinig knopjes. Want we kunnen niet... Kijk naar dit hoofd de hele tijd, jongen. Ik krijg er een beetje een naar gevoel van. Ook trouwens van die soort van op een stier lijkende geit nu. Denk je dat we nog terug kunnen naar onze leuke vorm? Want dit is echt... Oh, kijk, je zit... Oh, man. Ik zit vast daar, hoor. Demon goat. Even kijken, hoor. Je moet mensen opofferen en demonic goat worden. Jezus, dat wil ik ook, ja. YOLO coaster zegt dat. Mensen opofferen, dan ben je echt Satan. Het is echt heel cool. Is dit een MMO of loop je solo? We lopen hier solo. Ja, we zijn niet solo aan het over solo gesproken. Han Solo. Ik wil wel eventjes, want ik heb dit nog helemaal nooit gespeeld. Nee? Ik denk dat dit wel mijn game... Ik denk dat dit mijn game van het jaar gaat worden, Dennis. Goat Simulator. Ja, deze open world, open freedom is de shit. Brutal zegt nog toffe bands ontdekt. Oh, daar gaat hij hoor, wacht even. Hold that. Ja. Wee! Oh, kijk. Ja. Gruwelijk, toch? Net fucking Tony Hawk, maar dan cooler. Ja, mag eventjes. Hier. Ga ik hier even met dat kleine dingetje. Kleine ondingetje. Alrighty. Spink. Ja, bij de opties moet je iets weg kunnen zetten. Wat is dit nou? Oh, je moet mensen naar het pentagram slepen, Jelle. Maar waar is het pentagram? Kijk, ik heb geen voeten meer. Ik heb geen benen meer. Ik heb geen benen meer, Dennis te brengen. Zijn je benen gebleven? Binnen kijken. I have no legs. I have no legs. I have no legs. Ik moet rollen. Oké, ga nou maar weer staan alsjeblieft. Yeah. Alrighty. Is het echt zo geweldig als men zegt? Oh. Nou, Jelle vindt van wel. Je kan een geitendemoon worden. Door mensen je kan een geitenkoning worden door de geiten te laten regenen. Je kan ontvoerd worden door aliens. Niet. Hoe ren je? Where are you from? I'm from the Netherlands, man. We are from the Netherlands. We talk English too. We talk about Denglish. Ja, ik zat op de fucking boot. Bam. Lick, it's biggie. Hey, wanneer begint de E3? 10 juni. 10 juni. Oh, ik dodge die motherfucker. Pak dat mens. Boom. Ja, ik heb er al twee gelikt. Je moet ze offeren. Ja, maar waar kan ik ze offeren? Waar is de offer? Je moet de pentagram sacrificial offer thing. Ik wil het huis van Satan zoeken. Kijk, ik heb er even op het dak gelegd. Serbisch guy zegt, Dennis, hoe komt de Titanfall nu al aan het doodgaan is? Dat is helemaal niet waar. Nee. Kijk nou.
Ik short er even van het dak hoor. Bam. Oh, there is a guy from Romania. Welcome Romania. Здравствуйте! Is het Roemeens? Nee, dat is Russian. Oh, dat is Russian. Yes. Is dat Roemeens? A Goat Among Legends. Oh, dit is het dev team. Dat zie ik nou. Dit is het development team. Dit is het development team. Oh, dit is de development team. Een speelkast. Where is the arcade? Daar. Oh, daar. Dat kan precies zijn zoals bij hun thuis eruit. Jumped over the book. Ja. Hey, maar die backflip moet nog steeds gemaakt worden. Ja, die backflip. Ik heb een boek te pakken. Misschien moet je even naar de opties, dat kan nou, want we hebben nou een dingen zien daar. Ik ga niet zeggen wat ik met dat vrouwtje met dat roze shirtje wil doen. Likken. Nou, dat doe ik al. Ik heb er nu. Kun je naar boven? Losgelikt. Waar naar boven dan? Weet ik niet, is er een trap naar boven? Even kijken. Ja. Daar. Oh, hier. Ik moet wel zeggen, het is een beetje last van. Dit. Van een kut camera standpunt, is, zeg maar. Ja. Hier zit Biggie weer hoor. Lick Biggie. Oh, kijk, ik gooi hem even naar boven. Kijk eens jongen, die fish is fantastisch. Oh, dat is bokken. Bam, bam, bam. En je kunt die Flappy Goat spelen, hoor ik net. Ik ben hier aan het destroyen, Dennis. Ik krijg hier punten zo meteen, jongen. Hey, wel voor duidelijkheid, je hebt wel echt een biggest hard... combo hard! Je wil echt een ik ken een insanely big ass combo. Ik heb een insanely big ass combo. Ja, kom maar gewoon en ik ga door. Nog door, jongen. Ah, oh, nee, niet. Dat is niet nee, op een gegeven moment stopt hij ook gewoon. Wauw. Hey, waar was Flappy Goat? Je moet Flappy Goat gaan spelen. Flappy Goat. Goatsy. Fuck you. Waar kan je dan Flappy Goat spelen, mensen? Bam! Volgens mij heb Jelle alles al gesloopt. Bam! Bam! Hier, de deur door. Boom! 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 Nee, die duurt er niet in. Shelly ook aanwezig? Ja, die komt straks eventjes Titanfall met ons spelen. Hmm. Gruwelijk, ik weet alleen niet meer waar de deur is. Ik kan niet meer... Oh, hier, een bal. Ik wil een bal. Give me de bal. Spooky Games. Hij zegt van, ik weet waar die jetpack ligt. Oh, reageer even als je wilt weten waar die is. Ja, tuurlijk zeker willen we wel. Weten waar tuurlijk die is. Willen we weten waar de jetlag is. Flap, hoe heet die? Flappy? Jappy? Hoe heet die guy? Real Mr. Popo. Dennis, ga je wel eens naar de Kuip? Volgens mij heb ik je een tijd geleden gezien. Ja, ik ga wel eens naar de Kuip. Kuipen. Wee! Ja, ik ben gewoon lekker aan het rennen. Oh, die kijk, mensen zijn te blij. Zijn mensen. Zijn te blij. Dit zijn fucking mensen. Dit zijn christenen. Die moeten fucking naar Satan. Die moeten worden gebracht moet naar Satan. Vinden. Ja, nou daar ga ik nu naar zoeken. Met twee fucking christenen aan mijn tong. Oh nee. Heb je wel eens geitenwolle sokken aan? Heb je wel eens geitenwolle sokken aan? Ik heb één paar geitenwolle sokken. Jij hebt ze ook? Ja, zes. Van Levi's. Oh. En die zijn best wel cool. Goat wool socks. Ik heb weer meisjes. Ik ben wel echt van het likken van meisjes hier. Ik heb alleen maar meisjes in mijn tong de hele tijd. Je moet even naar de rechterkant gaan. Je hebt daar nog allemaal nieuwe dingen. Ik denk eigenlijk dat hier in het graanveld zou natuurlijk de Satanster moeten liggen. Main menu en dan jetpack selecteren. Daar kun je een jetpack vinden. Oh, dat is super makkelijk dus. Hoe doe ik het main menu? Dus gewoon start. Ja, maar nu kunnen we dus niet meer weg. Ja, dat kan main wel. Menu? Ja? Maar ik kan niet naar main menu. Dan ben ik hier uit. Dan zijn we uit deze game, of niet? Hier, we zijn eruit, man. Lick, ragdoll. Hier, ragdoll, lick, toggle, perfect landing. Kunnen we ook een perfect landing maken? Press the any key. Key bindings, custom workshop. Game. Workshop. Wat dan? My mods. Download, browse. Wat heb je al voor dingen, joh. Key bindings, we zijn nou even door deze game heen aan het gaan, hoor. Ja, we zullen gewoon even kijken wat er allemaal kan. Opties. Je hebt ook opties. Natuurlijk heb je deze opties. Hier, do flips, play as a goat and do stuff. You like. Ja. Other goaty stuff. Nu zit ik even vast. Ah, nee. Ja? Nee, toch niet. Nee, je kan eruit. Keybindings. Custom game misschien? Kijk, custom game. Hey, kijk. Jetpack, code. Jetpack. Select the mutator. Jetpack. Ja, die wil ik wel graag, dus dan moet ik het wel... Tell you a dinosaur code. Ja, wacht even, ik ben even goed aan het... De ribs goat hadden we net. Nee, dat werkt dus niet. Dat moeten we even hiermee doen. Huh? We zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. Nee, we hebben al nagedacht. We hebben hier een keyboard. Ik kan het nog niet doen, jongens. Nee? Nee, ik kan nog niet. Ik heb het nog niet vrijgespeeld. Nee, jammer. Nou, dan gaan we weer dan verder. Dan gaan we gewoon lekker play. 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 Kan ik wel verder, denk je, waar ik gebleven ben? Nee, je begint wel helemaal opnieuw. Flipping easy. Zie je, de score is nu 0. Ja. Oh, wacht. Moet ik dan even mijn keybindings een beetje veranderen? Dan kijk even wat dat verkeerd is. Dan kan ik gewoon even af en toe even frontkick voor jou doen. Keybindings. Keybindings. Sprint, zoom in. Sprint. Toggle, ragdoll, slow, cue, special use. Slow motion. Nee, dat zijn toch wel even alle dingen sprint, die erin zitten. Sprint, toggle. Sprint. Jongens. Left, forward. Gamepad, ja, forward is dan de last stick, maar dat, nee. Dan moet het toch op een andere manier. Nou, resume. Jump over an obstacle. Flipping easy. Performance successful. Waar staat dan de, ik zou zeggen, de, hoe heet het, hè? De tutorial. Tutorial. Nee, je moet het wel verkeerd zeggen natuurlijk, ja. Tutorial.
Gaan we volgende week Lego Hobbit spelen? Nee. Oh! Wat? Ik heb een idee hoe het moet misschien. Wat dan? Nou. Dat je eigenlijk vallen. Je hebt hem nou op slow motion gezet. Niet? Ja, nee. Ik had hem even op slow motion. Ja. Kijk eens. Ike Ronald vraagt, waar blijft Shelly? Holy shit, kijk nou Dennis de Bruin. Oh, fucking hell. Hier ga ik dus. Gaat het springers in? Oh. Ja, je springt dus gewoon vol de overkant. Jump in it. Word je gelanceerd? Of wat zou er gebeuren? Ja, the wonder of science. Ben je een andere guy? Je bent een dikzak guy. Holy shit. Nu heb ik geen voeten. Deze is cool. Oh, je bent een heel lief klein guy. Boom! Zo'n guy met nee, dit pointjes. Is fucking, dit is Satan dikzak keer drie guide. Jonge dingen. Kijk nou, alleen maar weer lekker. Dit is wel echt, dit is mijn favoriet hoor, op dit moment. Rollen. Oh, moet ik wel kunnen rollen. Hier zijn we. Hé, nee, maar dit is het. Dit was ik al. Ik was deze geit. Dennis, komt er binnen een item over EA, UFC en GameKings? Er komt zeker een item over UFC. Ik weet alleen nog niet wanneer die uitkomt. Ik weet het niet wat er hier gebeurt. Ben ik nu een heel klein kutgaatje? Ik ben nu echt een heel klein gaatje. Ah, je moet de rechte muisknop. Dat is dus ik ben echt een veel te klein gaatje nu, Dennis. Wat is dit nou weer? Hoe kom jij zo klein? Ja. Ik kan wel echt gedaan. Goed hard beuken. Ja, ik ga weer terug naar de Wishing Well, want dit is niet wat we moeten doen. Ja, we hebben de Special Edition Mario Kart 8 gezien. Die was fucking breed. Dat willen we niet, hè? Nee, ik wil niet een klein gaatje. Lach, lach je, zag je? Oh, die wordt steeds kleiner. Oh, nee! Oh. Ik wil... Oh. Kijk! Deze is cool. Deze heeft kleine beentjes. Wat ligt daar dan? You can't play Goat Simulator on the Xbox. Waar zag je iets liggen? Oh, hier. Dit beeldje. Lik het beeldje. Satan zit in een tempel in een klein torentje. Ja, ik heb mijn beeld gelikt, maar het doet niks. In een toren. Ja. Wat voor toren? Wat doet deze christen hier? Pak hem. Bam. Lik Wessie. Wat is dat, Wessie? Hier heeft een boom. Hoovertech. Na 10 minuten verveelt de games Goat Simulator al. Dat vind echt ik niet. We hebben echt lang gespeeld al. Echt niet waar. Nee. You're lying that you're bursting, man. You're bursting to death. Oh, ik ben echt een... Jesus. Wow! Dat ben ik een grote fucking goats. Oh, het is niet een full... De controller wordt niet fully... Nee. Helaas. Dat heb ik gemerkt. Dat vind ik jammer. Bam, bam. Nee, er zit geen spaarse dildo in, zoals bij Saints Row. Het is een echt leuk game namelijk. Bam. Zo. Fuck the police! Maar why? Fuck the police! Omdat ik gewoon naar binnen ben. Ik ben het hek over. En ik heb iemand mee. Nou, ze loopt te schreeuwen dat ze weer gaan. Ik denk... Ja, ik zweer je, jongen. Oh, kijk nou, Dennis. Moet je kijken. We hebben een playground gevonden. Oh! Oei! Maar was dit gewoon naar binnen? Ik moet even een skateboard vinden dan, denk ik. Weet je wat ik een beetje moet denken? Oh, Tony Hawk. Ja, daarom, ik moet de hele tijd al denken aan Tony Hawk. Dat is zo'n rare wereld, altijd. Nou, kijk nou, hier ligt het fiets. Ja, je kan er zeker op, die fiets. Hoe deed je dat met die ballen schieten? Ja, hij ging er gewoon op. Of ik kreeg gewoon een ding op mijn kop. Nee, dat is toch niet helemaal. Lick bicycle. Kan je niet opzitten? Kijk nou, wat gebeurt hier, joh? Het is gewoon een secret service hier. Ah, ik zag hem te filmen daar. Oh. Wordt er gefilmd? Ik zit vast. Ik zit gewoon echt vast. Ik zit zo ontzettend vast. Ja? Oh, ja, ik zat echt vast. Je bent nog groot aan het worden. Gelukkig ben ik los. Jezus, hé. Oh, nu donder ik ertussen. Hier, ik kan even met de mensen praten, hè? Zeker. Ja. Zal ik even luisteren wat mensen te zeggen hebben? Ja. Wat doe jij nou? Mag ik een luisteren wat mensen te zeggen hebben? Ja, geef mij dat ding. Nee, jij loopt toch alleen maar voor. Ik heb dit fucking ontdekt voor jou, man. Nou, dan ga ik het even uitspreken. Voor mij bedoel ik, voor mij. Ik heb tenminste bier en jij niet. Ja, kijk nou maar even hoe je dit moet doen. Nee, ook niet. Nou, die keybinds schijnen gewoon niet helemaal hetzelfde te zijn als PC. Dus misschien dat jij even de toetsenbord moet pakken. En dan? Nou, het is voor mij een rechte muisknop. Daar heb je dus helemaal niks aan. Jij hebt helemaal niet gekeken wat de mensen aan het zeggen waren, of wel? Ja, een beetje. Okay. Jij ook? Wat zijn ze te zeggen? Vinden ze het vet dat we dit spelen? Wat moet ik nu doen dan, denk je? Dat is slow motion. Hop, 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 hop. Jij gaat weer naar buiten. Zo.
ben een geit. Ik ga denk ik een geit kopen. Geit kopen. Ben je in de achtertuin? Ho. Ik heb ineens iets. Ja? Wat is dat nou weer? Ik zeg gewoon wat. Ik zeg Dennis, hallo Jelle. Ja, geef me even de tijd om te kijken hoe het er deed. Jelle heeft iets heel vets ontdekt, namelijk een ding. Een woordsimulator. Die gaat gewoon woorden simuleren in Goat Simulator. Ja, daar is die. Oh, daar is die. Wat gaat er nu gebeuren, Jelle? Je bent gewoon een soort van cheat aan het doen. Dat is game. Wat zei je? Zeg het nog eens. Even kijken hoe dat werkt, hoor. Jelle gaat nu praten. Jelle gaat niet meer in het echtje praten tegen mij. Maar gewoon in de... Oeh. Komt ie, hoor. Fuck you, Dennis. Fuck you, Dennis. Dat is toch vet. Van alle dingen die jij kan zeggen, kies je fuck you, Dennis. Het is toch wat, hè? Ik vind niet zo goed dat ik eruit moet. Zorg even dat ik een flip maak, Jelle. Flip. Het werkt niet helemaal, hè? Ja, ik ben bezig. Ik ben met de console aan het... Je bent serieus het heel ding aan het... Ja, het praat weer op de console. Cool. Hoe ben je overheen gekomen? Ja, weet dus niet. Over het hek, over een paar dozen. Ik moest op een paar dingen. Kijk, wat heb je nou dit gedaan? Is wat ik... Jesus Christ. Give. Weapon. Nee. Dit gaat te hardcore voor mij. Dus we zijn bezig met de dingen, maar nee. Nu ga ik weer even kijken hoe... Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Pip, 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 pip. Lukt het al, Jelle? Ragdoll skate. Oh, je moet jezelf naar de... Ja, zo ja. Oh. Ja. Ah, ik snap hem. Zo werkt het. Ja. Heb ik even gedaan. Ah, kijk. Dus je ragdoll moet je gewoon aanzetten om te skaten. Ik draai zo. Check Jelle. Ja, dat is wat het is. Maar dan, ja, dit was toch gewoon een backflip? Oeh. Ik weet niet precies hoe dat was. Dan ga ik hier gewoon heen. Levend. Kijk, wop, wop. Oh nee, ik vind het ook dus niet. Oh, je kan niet dwars erheen. Oh, ik zie al iets vets op het Jelle. Ja? Ja, ik ga zo omhoog. Ik zo. Nee. Kut. Nee, ik kan het wel. Ik ben dus namelijk master in Tony Hawk. Is het zo? Ik denk dat ik beter was. Dat durf ik oprecht te zeggen. Ja? Ja. Ik weet het niet hoor. Oké, daar gaan we hoor. Wat doe je nou? Niet hard genoeg. Je maakt het kapot. Er staat een ring boven. Daar moet je toch eerst doorheen, Dennis? Waar doorheen? Ja, nu kan dat niet meer. Er stond een ring boven. Dus had je zeg maar via die ramp zo. Ik zit trouwens... Sorry dat ik jullie aan het ontkennen ben, mensen. Ja. Even kijken hoor. Wat gebeurt er hier allemaal? Can you say fuck you, JB? Yes, I can. We just do this. Ja, give weapon, ja. En dan... Wat een saai spel, zegt Sam Break. Break. Brackhead. Kom je daar nou weer bij? Brackhead. FIFA of PES? Ik wil hier weg. Is dat nog een vraag, joh? Is dat vragen, ja. Het is een bit weird. Kijken, wat hebben we nog meer? EA. UFC. Mensen, ik ben vandaag jarig. Zit ik met mijn verjaardag hier, ja. Sam Brack zit gewoon met zijn verjaardag naar dit te kijken. Ga, is dit, ga de kamer in. Vraag aan je moeder of ze een pizza voor je maakt, joh. Pizza? Ja, weet ik wel. Wat neem je als je jarig bent? Zo, Nati heeft Goat Simulator met de Oculus Rift gespeeld. Zo, daar word je echt ziek van volgens mij. Nou, dat was wel heel vet, denk ik. Wanneer komt GTA 5 naar de PC? Dennis? Weet ik niet. Sam Bracke, zo spreek je het uit. Sorry, tuurlijk.
Ga naar het begin waar je spawnt, dan zie je een kleien toren. En als je in het bovenste kamertje gaat, dan kom je in de geheime kamer en daar word je Goat King. Een kleien toren? Classic, zeg dat. Aan het begin. Ga gewoon... Waar je begint. Ik wil eerst eigenlijk liefst weten hoe je een flip moet maken met de controller. Ja jongens, hoe maken we nou een front of een backflip? Zeg dat nou eens. Met de controller. Can you please help us? How do you make it? Er zijn steeds meer mensen die het een klein beetje saaier beginnen te vinden. Zoals in 5, in 5, in 5, oh, in 5. Hier moet je omhoog. Ik zie het al waar ik heen moet. Dit is een gek torentje. Kijk, daar staat ook een goat. Ja. Kijk nou uit. Ja hoor. Prestatie ontgrendeld. Fact. Finally, we are the goat king. We make it rain goats. Goat castle. Proclaim yourself the queen of all goats. Oh, dat is een meisje. Ik wist het. Zo, dat is wel echt Satans troon. Wat vet. Spring erin. Spring in de Satans troon. Ja? Hierin. Dat is de Goat Tower, zegt hij. Oh, wauw. Oké. Okay. Metal hoor, die shit. Goats for the goat. Special, de R. Doe de R. Ja, jij hebt dat niet, hè? Doe ik dat? Zal ik dat even doen? Ja, misschien is het wel. Moet jij eerst even naar de lucht kijken? Kijk naar de lucht, Dennis. Ik heb het ingedrukt. Er valt iets. Dat was hem, denk ik. Was dat het enige? Oh, kijk, er komt er nog een. Overval guiten. Bam. Oh, it's raining goats. Wow. Holy shit, wat een vette helm. Wauw. Oh yeah. Het is de geitenram is het nu. Het lijkt wel een paard nu. Groeit die geit ook naarmate je langer gamet? Nee, dat niet. Maar we hebben hem getransformed naar Mecha Goat. All goats. Vet zeg. Niet beide knappen. Muis. Left stick is movement stick. Press wat? Left stick is movement stick. Is toggle, walk of run. Niet beide muisknoppen, enkel de rechter. Ja, we hebben toch geen muis in onze handen, jongen? Nee. Kan je GameKings toevoegen op PSN? Mwah, niet echt. Backflip is beide muisknoppen ingedrukt houden. En dan springen inclusief pijltje naar achteren. Wacht, dus je moet even zo. Ja, dit is niet te doen. Je moet de controle willen we weten. Ja, maar het is dus beide muisknoppen. Wat is... Ja, maar wat lopen ze... Ik heb toch geen muis in mijn handen? Nee, precies. Dus wat is... Eerste muisknop is denk ik attack. Dat zal springen zijn. Ja, die. Dus je doet die. Kijk, dat is al bijna. Dat is een soort van achteruit springding. Wel vet. Maar doe die eens. En dan ook... Wat is je andere? Wat is je rechter muisknop? Jongens. Nou, pak een muis dan, zeg. Ja, er zit geen muis in. We hebben geen muis in onze PC hier. We spelen het met de controller. En we spelen het met de controller. Met A is springen. Dat snappen we. Dat weten we. Dus A en B tegelijk. Ja. En dan draaien. Nou. Niet waar. A, misschien A en... Zijn de lucht? Nee. A en andere dingen. We moeten combo's dingen. B en A en dan draaien. Dat valt een geit uit de lucht. B. Ja, dat valt een geit uit de lucht. Laat mij eens proberen. Flipping hier, easy. Even. Ik even dit. Hier, ik doe het gelijk. Het is echt belachelijk dat jij dat niet doet. Wat kan. Deed je dan? Ja, weet ik veel. Ik deed het gewoon hier. Who the fuck? Hoe kan dat? Welke knop is het dan? Zeg ik niet. Jawel, je gezegd moet even zeggen. Ik heb het net al gezegd. Ik vind dit dus veel leuker, hè? Dit, kijk daar. Dit welke twee knoppen druk je dan in? Nou, wat zei ik nou net? A en B ja? En draaien. A en B en draaien. Oh. Maar waarom? Oh, ik moet echt een succesvol doen. Ik dacht A en B. Moet wel echt succesvol zijn. Ja, oké. Okay. Een beetje lopen. We weten het. Waarom kan ik niet goed landen? Is deze game 10 euro waard, Jelle? Ja, zeker. Ik denk dat je deze maand geen vettere 10 euro kan besteden dan dit. Zeg maar... Ik heb hier ook helemaal geen tijd te denken. Oh, wat vet zeg. Gek dingetje. Hoe land ik succesvol, jongens? Laat me dat nog eens even weten. Moet ik daar iets voor doen? Sam, gefeliciteerd namens GameKings. Sam, hey, gefeliciteerd, jongen. Zo, nou, Sam gefeliciteerd. Man. Jump over the X. Kijk, hier ligt dus een fiets. Dat is logisch. Ja. Yeah! Hey! X-Lick backflip! Hell yeah! Nou, dat vet. Is er gewoon. Nu heb ik dat, maar succesvol, double. Jesus, nu moet ik dubbelen. Ja, dan moet je op de trampoline. Ja, nou moet ik de trampoline. Die ligt in het zwembad. Nou ligt er hier ook eentje. Kijk. Met een X. Hop. X-murderer. Even 4, 5 keer, dan kan je hoger.
Poink. Hop. Poink. 1, 2. Ja, dat is niet cool. Flipping normal. Was die goed? Nee, dat is niet goed. Nou, je moet hem even doen en ook al eindigen weer op de trampoline, anders ga je eraan. Ja. Nee, die krijt kan je niet eens reet neuken. Wat is dat hangbuikzwijn, zegt dat? Oeh, bijna. Ik ben al aan het overwegen om morgen een zwijn op mijn arm te tatoeëren. Een zwijn? Ja, met wat een vet. Met een Duitse Eerste Wereldoorlog helm. Waar? Met een punt. Hier. Maar bij welke bij Stay Classy. Bij Stay Classy, hè? Ja, bij Hans. Ja. Kijk nou wat ik doe, jongens. Ik ben een tijdje bezig, jongen. Dan word je heb je het gedaan? Ik ga even de geit loslaten. Of de axe. De geit losmaken. Ja. Het is jammer dat ik maar niet alles zie. Oh, dan moet ik het zo doen. Ah, oh, dan moet ik gewoon zo doen. Kijk, dan zie ik ons gewoon zitten. Hallo? Hallo? Wat de maker gaat doen met het geld? Nou, ik denk heel veel bier kopen. Dat zou ik wel doen. Ja. Eén. Ja, dit is net niet goed, hè, wat ik doe. 360 backflip. Je bleef wel leven. Ja. Je moet echt aan de rand. Als je aan de rand eindigt, is er niks aan de hand. Nu ga je doen. 1, 2. Ja, dan krijg je dus dat. Af en toe. Het is best wel lastig. Ik ga even voor de frontflip nu, jongens. Wow. Joost de Gek zegt, nee Dennis, neem geen tato. Ik heb al heel veel tato's. Doe het wel nu. Dierambulance. 2. Nee, ik ga geen geit tatoeëren. Nee? Nee. Ik wil ergens nog ooit, als ik een tattoo ga, ga ik ook zeker een keer een geit nemen. Ja? Ja. Steven, mijn geit. Ja, dit was hem hoor. Flipping. Bam. Airtime. Oeh, that goat is really flying. Hoe doe ik dat? 0 tot 9 seconden. Oké, hoe deden we dat ook weer, Dennis? Hoe deden we ook weer heel vreed ergens vliegen? Hard? Als je of de glijbaan afgaat. Ja, ik ga eventjes. Of de daar afjumpen. Oh, de glijbaan ga ik doen, ja. Dat heb ik altijd al een keer willen doen met de geit van de glijbaan. Peter gaat deze game aanklagen. Waarom? Omdat het niet geitvriendelijk is. Nou. Denk je dat World of Warcraft wel orkvriendelijk is dan? Ja, maar ork is niet een echt levend creature. Hoezo niet? Zo, dan ga ik, hoor. Hop. Ik vind dit het leukste liedje, dit. Geen 9 seconden, jongens. Nee? Nee. Oké, vertel mij waar ik 9 seconden kan vliegen. Dit vind ik... Joost de Gek zegt, Dennis, vind je tattoos niet een beetje verpesting van je huid als de tattoo geen emotionele waarde heeft? Ja. Nou, misschien heeft een varken met een Duitse helm wel waarde voor mij. Ja, tuurlijk. Ha! Ik heb daar wel eens aan gedacht. Ik vind het juist, maar gaan we keertje worden ik vind het juist verpesting van je huid als je dit wel een fucking emotionele waarde eraan hebt. Ja, want dat is een beetje emo. Ik ben geen emo. Ja, als je demonic goat bent, kun je lang vliegen trouwens. Oh, hoe doe ik dat? Weet ik niet. Ben je toch beu, Jelle? Nee. Mooi. Lang niet, hè? Lang niet. Nee, ik wil al die fucking achievements halen eerst. Oké, dan gaan we het anders doen. We gaan het anders doen, jongens. Poignon. Nou, poin. Kutje. Ja, je moet wel een paar keer springen, want anders ga je niet hoog genoeg. 2, 3. 4. 5. Ja, nu ga je niet veel hoger meer, geloof ik. Oh, in het gebouw ligt een jetpack, hoorde ik net. Bam! Dood. In welk gebouw dan? Weet ik niet. Moet je even kijken wat voor gebouwen er allemaal zijn. Het gebouw bij de Airfans. Volgens mij zijn we er vlakbij. Ik glij gewoon even de wereld door. Heb je al een beetje zin in maandag? Half elf, rond de klok van 10:30. MTV, Game Kings. Chinese. Lick Stack. Seizoen 15, joh. Lick Stack. Welk seizoen ben jij erbij gekomen? Volgens mij 7. Voor 7. Nee. 6. Nee. Nou, het is ook niet 8. Ja. Ja, is dat het, is dat ik ben het seizoen bij Best of Game Kings? Ik ben er bij 7 bij gekomen. Is dat het Best of Game Kings seizoen? Ja, voor mij wel, seizoen ja. Seizoen 8. Ja. Ik dacht dat het eerder was. Oké, dit is het gebouw. Dit is het gebouw met de fans. Er gaat iemand iets Engels talk to us. Talkie. After blowing up the gas station, you should look around and find a tall crane. Next to a building there is still under construction. The building has several ladders to climb and once you do, the jetpack is yours. Walk over it like you do with the... Okay. But where is the station? Where is the fucking gas station? Bassie B, je zit naar Goat Simulator te kijken. I can see it. Hey, voor de mensen die net inschakelen, we zijn hier knoeters hard Goat Simulator aan het spelen. De game die waarheidsgetrouw een geit nadoet. Ja. Oh! De
gasstation ontploft. Bam. Nou, kut. Yes. Michael Bay! Michael Bay. Oké, nu moet je dus naar een... Now I have to go to the... This is the tall crane. Yeah. This is the building. Ja. With the immense... building and several ladders to climb. Oh, je moet... Climbing the ladder. Very hard. De kop van die geit, jongen. Goats. Ik moet nu omhoog. Ja, ik zag hier. Kijk. This is my kind of way, you know. This is your kind of way. Jump over the wooden box. I did it. Because I'm the jumper over the wooden boxer. And there is a lot of bats lying around here. Even kijken. Let's have a look. Where? Nou, bedankt door Joost de Gekste. Ah, I can see it now. Joost de Gekste vindt mij een van de tofste Game Kings. Joh. Jelle ook toch wel, hè? Jezus. Ha! Vind jij een van de Ze willen ons een keertje actief een fitnessspel zien spelen. Fitness? Ja. Fitness. Fitness Kings. Fitness Kings. Ik weet het niet. Heb je al een jetpack? Oh! Droplul die het er is. Al die dingen op zijn hasses. Nou, dat is niet cool. Dus nu ben ik er klaar mee. Gaat jij nog je FIFA streamen? Nou, ik denk dat we wel een keertje meteen FIFA World Cup moeten gaan doen. Oh, dat is vet zeg. Dan zien we de controller vliegen de hele tijd. Dan is hij zo over... Oei. Is dit het? Wat is het? Ja, wat denk je wat dit is? You have the jetpack, boy. I have the fucking jetpack, bitch. Oké. And now I do it. Wat is de R? Nou, gewoon de R. Er is vast ook wel een R op de computer, hoor. Maar de... Oh! Ja, maar... Oh, nee, niet doen. Direct gaat hij op. Kan dat? Laat het los. Oké. Ik heb het al. Hier, dit is de button. Oké, jongens, we hebben een dinges gevonden. Een jetpack. Jelle, ga je binnenkort in Beverwijk spelen met je band? Oei. Dat is moeilijk. In Beverwijk. Ja? Beverwijk. Beverwoggen. Ja. Nee. Al speel ik daar wel vaak hoor, maar... Oh. Oh. Ik ben hem even aan het leren hoor. Ga eerst naar een springende trampoline. Ja. Dus gewoon lopen. En dan loop je even naar een trampoline toe. Ja. Oh. Kan je hem nog besturen als hij in de lucht is of niet? Mwa. Haast niet. Nee. En je moet echt even naar een trampoline dan. Dus gewoon lekker hoog. Of ga hier omhoog. Hier? Hier, ja. Want dan zit je heel hoog. Ik heb het hoog. Idee dat ik eerder op de grond lig dan met die jetpack op me bast. Goed muziek, joh. Ik ga even de trap op. Ja. Pum, 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 pum. Oef, intensief. Mag ik ook een pils? Mm-hmm. Dat is het nou. Ik wil hem even random openmaken ergens. Nou, laat ik die even random in mijn zak hebben zitten. Kijk. Kijk, dit zijn jouw sleutels. Kijk. Ja, daar ging hij bijna. Oeh. Terwijl Jelle kaart aan het jetpacken is, ga ik proberen een bier open te maken met deze sleutels. Kijk uit joh, is dat mijn sleutel? Ja, dat zijn jouw sleutels. Die moest ik nog teruggeven aan jou, dus maar goed dat ik die... dat ik die bier moet openmaken. Ik ga even een bier openmaken hoor. Nee, dit is niet te doen jongens, die jetpack is helemaal niet leuk. Vertel me hoe ik moet werken met die jetpack. Dat wordt natuurlijk al lang gezegd tegen mij. Schorumfeest was hard, man, in Rotterdam. Volgens mij stort je alleen maar sneller neer met die jetpack. Ja, maar echt. Kijk. Hé, waar zijn jullie, Dennis? Ik ben erg geil. Nu mag ik jullie pijpen. Dit is heel gek. Wat is het dan? Kijk dit. Moet je eens die blauwe lezen. Oh, dat is speciaal voor jou. Oké, dit gaan we dus niet hardop lezen. Nee? Nee. Oh, jammer. Zo. Lekker weekendbiertje. Ja, dat is... Lekker weekendbiertje hebben we hier. Hé, die geit toch? Kijk hem, hoe zou die geit rond, heten? Sjaak. Sjaak. Sjaak geit. Sjaak geit. Power pitcher ben ik. Waarom Sjaak geit? Press to air to pitch. Oh jongens, het gaat hier helemaal verkeerd, jongen. Ik heb dus iets nieuws, hè. Ik heb een pitch. Wat is dat? R. Ik heb dus drie special attacks nu. Ik heb dat het geiten regent. Mm-hmm. En... dingest. En... Nog iets anders. Oh! Ja. Vision. Bijna airtime.
Okay, dit wordt gevraagd waar BN'ers zijn. Nee, CN'ers. CN'ers, hè? Misschien wel DN'ers zelfs. Ja, AN'er bestaat niet? AN'er? Ja? Nee. Ja, de koningin misschien. Dat is een AN'er. Koningin, ja. We zijn bij ABCD. DN'ers. Ja. Nee, wij rekenen ons tot DN'ers. Okay. Waarom wordt er zo ingezoomd op die geit? Omdat die geit de hoofdrolspeler van de game is. Ja, bam. Welk bier vinden jullie het lekkerste smaken? Moeilijk. Bier of pils? Ook welk bier? Ik dacht welk dier. Oh, kijk. Welk dier? Ja, mag ik wel zeggen welk dier het lekkerst vindt? Wow! Ja, jezus. Ga je echt recht het huis in. Zet ik je jetpack aan? Nee, ik blijf even hier. Er gebeurt iets namelijk. Zie je, treadmilling. Ik ben gewoon even die game aan het exploiten. Echt die physics, jongen. Epic deze game one. Is gewoon 100% af. Je moet er echt niks meer aan doen. What's happening? Dat weet ik niet helemaal. Nu ben ik wel weer los. Cool. That's pretty cool. Oetinger. We gaan naar de maan met dat ding. Kan dat? Kan je naar de maan? Ik wil op zich wel dat zien. Ik wil graag naar de maan. Dat we naar de maan gaan met de geit. Het past toch helemaal niet, dat snap ja, het past makkelijk. Ik ga hier even de jetpack aanzetten. Dus deze interessante physics pas alles. Oh, Toewan is een Flappy Geit. Dat kan je hier spelen, Jelle. Of is het niet de ontwikkelstudio? Ik ben nog even aan het kutten, hoor. Nee. Ja, ja, dat is wat deze game is. Vooral heel veel kutten. Oh, ja. Terug naar boven. Ja, laat me los. Laat me los. Yes. Hehe. Wie is de lekkerste wijf van de wereld? Oei. Scarlett Johansson dan misschien toch? Oh, oké. Okay. Nee, niet? Nou, dat kan. Scarlett Johansson is een goede. Ja, helaas. Ja. Is wel een goede contender. Contender. Ja. Mooi. Muy bien. Hey, even een recapje wat aan de hand is. Het regent geiten. We zijn namelijk Geit Simulator aan het spelen. Of Goat Simulator. En Jelle heeft net een jetpack bemachtigd. En die laat het geiten regenen. It's raining fucking goats. Je moet even naar de maan gaan, man. Dan krijg je... Ja, hoe ga ik naar de maan? Ja, hoe gaan we naar de maan? Vertel het me. Kunnen jullie even vertellen hoe Jelle naar de maan gaat met zijn goat? Dat wil ik graag weten, want dan schijnt het dat je dan moon goat kan worden. Ik ben al een moon goat, kijk maar. Je zit nou in zijn kont. Hier is mijn moon. Dat is zijn moon. Dat is mijn moon. Jelle is hier nu live aan het moonen. Ja. Met zijn goat. Dennis en Jelle, welke film wil je niet missen dit jaar? Een film die ik al gemist heb. Okay. Monuments Man. Monuments Man? Monument Man. Ja, ja die lijkt me heel vreed, ja. Heel vet vreed. Mijn evenbeeld zit daarin. Wie dan? John Goodman? Nee, George Clooney. Oh. John Goodman. Ja, precies. Ik zou best John Goodman willen zijn. Oh. Dat is een harde. Ja, ik wil ook best John Goodman... spring van de kraan op een trampoline en dan haal je de 9 seconden jump. Oké. Okay. Dan gaan we dat doen. Maar hoe komen we naar de maan? Dat is een belangrijkere missie. Dat is de laatste missie, denk ik, voor vandaag. Doe een backflip en gebruik dan de jetpack. Oké. Okay. Doe het maar even op een trampoline, dat is makkelijker. Nee, dat is nog steeds niet. Dat is het niet helemaal, hè? Nee. Nee. Wolf of Wall Street. Time for Titanfall. Nou, we gaan bijna Titanfall spelen. Ja. We gaan bijna Titanfall spelen. Ik kan dus... Tussendoor komt er een trailer van... Je hebt geen fucking controls over dit ding. Je kan het gewoon niet doen. Balen. Nou, dat is niet cool. Oh, that goat is really flying. Dus Stonehenge ook in deze game? Tuurlijk, terug Stonehenge erin. Oh, here we go! Oh, mensen! Nee, oh, laat me. Ja! 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 Wat een move! Oké. Gruwelijk! Moet je dan kijken hoeveel punten ik heb, jongen? Je hebt echt de meeste flypunten van de hele wereld heb je net gehaald. Jesus! Oh, en het regent meteen ook geiten. Tuurlijk.
Dit wordt er een tijdje bijgeteld. Wat een vette jongen. Game. Laten we tijd het volgende overslaan. Nog een uur. Wauw. Nee, wat een grapje. We gaan zo tijd het volgende spelen. Ik deed het ineens, jongen. Nog een ongeluk. Ja. Ik denk dus dat is, het is over de kop en shit. Doe het op een trampoline. Dan ga ik sowieso al hoog. Heb ik al een keer gedaan. Maar... Is het niet makkelijker? Nee, was heel moeilijk. Nee. Ja. Ja, oh. Nee hoor, nee. Die game vindt het ook vet. Bier en worst simulator, dat lijkt me ook vreed hoor. Ja. Maar dat simuleer ik elke dag al. Ze willen allemaal dingen weten. Dennis geeft Jelle ook een biertje. Jelle heeft een biertje. Dus. Oh, je hebt zo'n ding gezet. Ja, die slow motion zit ja. Hier. Ik zit er steeds op het verkeerde knopje te hangen. Maar ik wil dus... Oké, ik ga slow. Oh, ja? Nu. Nee. Nee, ik ga slow-mo eerst. Oh, dat zijn we nu. Nee, nu zijn we slow-mo. Dan doe ik dit. Ja. Zet ik hem aan. Ja. Maar dan gaat hij weer omlaag. Ja, hij gaat altijd omlaag. Waarom? Ja, weet ik dus niet. Je moet hem je tikjes geven, hoor ik net. Tik. Oh. Je houdt hem ingedrukt, hè? Altijd. Ja, oké. Nou, nu... Gewoon alleen tik. Ja, ik ga nu even tikken. Tik. Ja. Wat? De jetpack? Ja. Oh. Ik houd hem te lang ingedrukt. Nee. Nee. Maar nee. Hij duikt altijd gelijk voorover. Mijn ding is kopzwaar. Dan gaan we het krijgen hoor. We gaan het krijgen. Probeer jij eens even gespeeld. Jelly komt erbij. Een dingetje. Oh, we hebben dingetje. Namelijk een nieuwe trailer van de Elder Scrolls. Is dat zo? Niet. Ja, en die willen we nu even gaan bekijken. Oh, die gaan we even bekijken. Zit er een geit in? Die gaat nu gewoon ingestart worden. Nou, ik weet niet of hij nu al gaat ingestart worden. Oh. Hij gaat nu ingestart worden. Gaat hij nu ingestart? Oké. Wat gebeurde? Thank you.
Ja, we zijn weer terug, Ik denk dat dit de langste trailer ter wereld was. Ja. Ik denk het ook, ja. Waarom maken ze hier geen film van? Dit is toch gruwelijk? Ja. Dit is toch fucking, het ziet er sick uit. Weet je wat, na deze uitzending ga ik even Bethesda bellen. Ja, maak dan, hier een CGI film van. Ja, absoluut. Hé, jullie kunnen het zien, Shelly is even aangeschoven. We gaan Titanfall spelen. Eigenlijk heel gemeen dat ik gewoon die controller weer in pak. Ja, eigenlijk wel. We spelen gewoon eventjes Classic en Attrition. Er zijn toch wel trouwens nog mensen die echt hard losgaan op de trailer, hoor. Ja, die het heel vreed vinden. Sommigen vinden het heel vreed, sommigen hebben zoiets van, weet je, leuk die trailer, maar die game moet zich eerst nog bewijzen. Dat klopt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik wat ik tot nu toe heb gespeeld van de game, heel vet vind. Ik ben wel echt aan het wachten op de PlayStation 4 versie. Maar Shelly, heb jij wat met Elder Scrolls? Nee, eigenlijk niet. Sowieso niet echt met MMO's, maar ik vond het er ook wel tof uitzien. Ik krijg wel een soort van een neiging om het voor de PlayStation 4 te kopen. Dit zag er vet uit, toch? Dit vond ik op een gegeven moment ging de fucking Skyrim ging de Emperor pakken. Gruwelijk. dat is de laatste trailer, denk ik. Gaat Skyrim de Emperor pakken? Ja. Hey, van de week was baalde Shelly een beetje. Want Shelly heeft een PlayStation 4 gekocht en geen Xbox One. Dus je kan eigenlijk thuis geen... Ja, ik vind het echt heel jammer. Ik moet zeggen dat ik al die uren dat ik die twee consoles heb, want ik heb ze echt in dezelfde week heb ik ze gekregen, al twee. De game die ik het meest heb gespeeld is Skyrim. Ja. Of Skyrim. Skyrim. Mij nou even. Skyrim. De game die ik ooit heb gespeeld is Skyrim, maar de game die ik meest heb gespeeld op de Xbox One is... en de PlayStation 4 is... Titanfall. Ja? Ja. Ja, nee, maar dat... Jij was een beetje het klagen, Jelle. Nou ja, daarom juist. Omdat jij letterlijk in elk redactie-item probeer je ergens een keer Titanfall eruit uit je muts. Of uit je muts. Dus uit je mouw te schudden. Dus dat viel me heel erg op. Dat je altijd maar... Titanfall. Dat nu zeg je het weer. Nu zijn we het weer aan het spelen. Hoppakee. Maar ja, daar gaan we. Ja, maar weet je wat vet is? Nou, ik baal een beetje. Want ik heb dus twee accounts. Ik heb dit account en mijn thuisaccount. En alle twee... Zit ik op level 34, terwijl ik gewoon eentje makkelijk level 50 had kunnen zijn. Waardoor ik dus een achievement had gehaald. Zit je nou met mijn SMG te kutten? Nee, dit is een nieuwe. Nee, dit niet. Oh, wat vet. Ja, zie je het? Titanfall kleuren. Titanfall colors. Je hebt een grunt te pakken. Ja. Maar ik kan een beetje tactieken uitleggen, Shelly. Oh, vertel. Kijk, als jij meestal een aantal grunts bij elkaar zit, heel vaak... Zit daar wel één normale guy bij? Ja, dat is waar. Ja, je moet meteen even piraten checken dan, want dat is dan het grotere rondje. Weet je wat Nebulae 1 zegt? Titan. Ja. Gamekings is de beste, zegt hij. Yeah. Maar dat kan, hè? Dat kan met een kaart. En Sam Brak zegt, ik wil ook een vriendin die game speelt. Super vet. Zo, echt serieus? Ik kan je vertellen, neem geen vriendin die game speelt. Dat is best wel kut, denk ik. Het is juist heel kut. Je krijgt alleen maar ruzie de hele tijd. Ja, wie kan, wie mag, wie niet. Mijn vriendin heeft echt geen reet mee. En die zegt altijd van, dan ga je toch lekker op je gamekamertje. Zoek gewoon een vriendin die het goed vindt dat je gamet. Meneer Johnny zegt, wauw, een meid met een schietgame. Een schietgame, mag je. Johnny die... Johnny, dat bestaat. Dat is zeker, jongen. Een meid met een schietgame. Ja. Een soort van de jaren 80 benaming voor een chick en een game. Een schietgame. Een meid met een schietgame. Goeie shit. In de jaren 80 had je helemaal geen schietgames. Wat zoek je productie, Rowan? Er is geen geluid van de... Something happening. Er is geen geluid van de... Dan zetten we hem hier gewoon harder. Nou, gelukkig hebben wij hier heel veel geluid. Precies. Ja, en Laro Gimli zegt... Dan heb ik pech met mijn vriendin, want die gamet wel. Ja, inderdaad. Ja. Hey Shelly, vind je het leuker, Call of Duty, of zeg je ja? Ja, ik heb het nog niet heel veel gespeeld, maar ik vind het wel echt heel vet eigenlijk. Ik ben wel een van de... Ik zal er wel graag een Xbox voor willen hebben. Thanks, fantastic NL. Wat zegt hij? Zeg ik niet. Nou, nee, ja, dat zeg ik niet. Nou, maar dat werkt dus niet. Shelly, je mag een wens doen, zegt Sam Brak. Eén, is het zo? Ik wens een Xbox One. Nou, mag je niet op en je bent hier op de stream, hè? Precies. Dus dan krijg je het straks. Dan is er een kijker die zo, een hij Xbox, is echt, hij is echt. Die een Xbox over heeft. Kijk, lekker. Je Titan is ready. Dump hem hier ergens boven. Nee. Ik wil hem je moet hem pas pakken als je dood bent, dat is handiger. Ja, maar ook kijk nou, je hebt gewoon een wall slide naar beneden. Je vindt wel de meeste tegenstanders boven op de daken en zo. Hé, nu is ons geluid even weg. Dat geeft niet. Hé, dit is Da Foxelman. Da Foxelman is een goede naam. Die zegt, hey heren en dames, dit is de eerste keer dat ik jullie live kan zien. Nou, waarom dan? Ja. Want we zijn hier elke fucking week. Had je daarvoor nog geen internet? En dan, en dan some. Oh, als je nou tegen hem slaat, dan krijg je... Pak je ze, ik pak heb hem uit. Wel vanmorgen. Pak hem eruit. Wesley, Ben, die kleuters. Er zijn er mensen aan een beetje aan het... En Chris XJ10 zegt, die doet je een aanzoek. Oh. Nu al. Ja, meteen. Nu al, dat kan nog niet. Nee. Dan wordt hij gewoon live aanzoeken gedaan.
zo, dan wordt hij live inderdaad ook gewoon... Je moet wel even... Meer moeite doen in ieder geval. Zijn we nog verstaanbaar? Want ineens is het geluid... Ja, het zit er nou echt midden in de war. Boom! Het is realistisch. Ja, je bent ook wel... Is dit je eerste keer dan? Tweede volgens mij. Tweede pas, jezus. Ik zie wel dat je voorzichtiger speelt dan ik. Ik vlieg overal. Kunnen jullie? Ja, wat is Jeroman... Macaroni? Jeroni Macaroni zegt... Ja, kunnen jullie via Bethesda... Hij heeft het over Elder Scrolls 6, 2017. Echt, hij lult zijn nek. Ja, hij lult uit zijn nek, maar het is wel een leuk idee. Nou, ik kan je wel wat anders vertellen. Nou? Er komt sowieso eerst een Fallout. Dat kan niet anders. Die zie ik dit jaar niet verschijnen. Nee, die gaat niet dit jaar komen. Maar ik hoop wel dat die dit jaar wordt aangekondigd. En ja, dat denk ik wel. Ik ga mensen mollen dan. Dat heb ik al in het einde van de week vrijdag gezegd. Ik ga in de zaal waar ik dan zit op dat moment, ga ik uit vreugde... Mensen mollen. Nou, er is absoluut wel een kans dat jij de aankondiging gaat meemaken. Ja, ik wil die aankondiging meemaken. Dat is, maar ik weet niet ik zeker echt, of die... Het wordt het mooiste tv-moment van dingen. Weet je, Patty Brach's Klisma gaat er niet tegenop kunnen. Het wordt echt maar gewoon... dat was geen mooie tv-moment. Ja, dat was een memorabel momentje. Weet je, als Jelle Kunst van GameKings mod vier andere gamesjournalisten omdat Fallout 4 wordt aangekondigd. Gewoon viral video kijken. Ja, dan krijg je viral shit. Krijg je zo niet naast je zitten dan? Nee. Nou, ik denk, ik ga headwalken. Ik denk dus, zeg maar, als het zo'n auditorium is waar we altijd... Ik ren gewoon naar beneden en ik vlieg die gasten van het team gewoon om de nek. Yeah, ga ik ernaast. You're great and you're the best. Dan ga ik op mijn knietjes en dan een traantje en wat dan ook. En dan, dan ga ik aan de boost en dan. Ja? Ja. Samen met die gasten lekker bier drinken. Zo, Weet je wat Jeroni Macaroni zegt? Een Fallout zal waarschijnlijk eind 2014, zegt hij. En daarna zegt hij, Jeroni Macaroni zegt, ik lul niet, kale. Oh. Je bent suppress the anger. Suppress the hatred. Unleash the hatred, Mitch. Zeg het in de café tegen mij of zo. Ja. Via internet. Ja, Jeroni Macaroni. Hij woont in Gorkum. Ja, als je vanavond even naar de kroeg het hoekje komt in Gorkum, dan trapt Dennis je helemaal naar de tyfus. Nee, ik trap niet met de tyfus. Ik kom ook gewoon helemaal niemand tegen. Nee, het is wel een rood stipje, hè? Zie je? Ja, maar ik kijk nooit zo op maps. Misschien is dat... Is het zo? Ik ben echt een heel erg map-kijker. Dat ik gewoon af en toe ineens zie wat ik aan het doen ben op het scherm. Dat ik alleen maar achter een stip aan het rennen ben. Op Call of Duty heb ik het meer, maar hier... Joost de Gekste denkt dat of Titanfall de Xbox One kan redden. Het is niet kan redden, het is de fucking het aanloopje. Het is het voorschot. De game waardoor er twee keer zoveel Xbox zijn verkocht in Engeland in de week dat die uitkwam. Dus precies, daarom. Het is de voorzet en die wordt er straks op de E3 wordt die er eventjes hard ingekopt met een omhaal. Echt jongen, dan worden we gewoon misselijk van hoeveel vet. Ja, en dan wordt er Fallout 4 aangekondigd en dan ga ik een gamesjournalist ommollen. Ja. Nou, de testen gaan rocken de komende tijd, heb ik het idee. Ja. En Ned Gouri zegt, Jeroni Macaroni is een kleine troll. Zieke map dicht, zegt inderdaad Hangover Tom. Ja, weet je wat ze tof in? Die draken en shit die allemaal overvliegen. Hop. En daarom mis ik wel een klein beetje een singleplayer in deze game. Weet je wat Chris zegt? Nou, ja, Dennis, wat zit je haar goed vandaag? Kijk wel, Chris. Ik heb echt mijn best gedaan vanochtend. Sterker nog, ik heb mijn best niet gedaan. Ik heb het voor het laatst geschoren afgelopen dinsdag. Of alweer... Je hoofd? Een paar dagen, ja. Oké. Okay. Het valt me wel mee. Ja. Ik snap nog steeds niet waarom je niet voor een keer voor de Scarlet gaat. Gewoon bovenop kaal. Ik heb er ooit wel eens over nagedacht van, zou dat lachen zijn? Maar toen hier zo, maar ik dacht van, nou, ja, okay. Ik zou dat dus hebben gedaan. Extract, misschien moet je het ook een keer rood verven dan. Ik weet niet of... Even een keer rood verven. De wederhelft dat heel leuk vindt. Walen. Maar waarom wordt Dennis altijd boos als hij kale wordt genoemd? Hij is toch kaal? Hij is helemaal niet, hij is helemaal niet boos, inderdaad, nee. Ja. En Jeroni Macaroni zegt, ik ben een grote jongen. Dat was een act, ja. Ik ken dat. Die vallen ook twee keer. Je schrijft groot alleen niet op die manier, Jeroni. Grote jongens vallen harder, hè? Ja, precies. Dan sta je echt voor lul als je moet houden. Elke first-person shooter is hetzelfde als dat saaie onzin, zegt Go Goldens. Dat is niet waar. Nee. En meneer Johnny zegt al 1000 keer zo'n beetje, rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, de Xbox One die wacht op jou. Dus meneer Johnny die gaat jou een Xbox One geven. Dat zie ik al aan. Dat zou wel wat zijn, jongen. Johnny, als jij een Xbox One toestuurt hier, dan is Shelly heel blij. Ja. Dan weten we nog niet of ze wil weten wie je bent. Dat zien we dan pas. Maar stuur in ieder geval die Xbox al op, dan heb je al een stapje gedaan. Ja, zeker. Dan zien we daarna wel weer wat te verder. En dan gaan we zeker een keer met die Xbox hier ook streamen. Ja. Als Shelly op jouw gekochte Xbox dat speelt. Dat gaat zeker. Dennis, welk merk vleespet heb jij? Een De Bruintje, toch? Vandaag heb ik een De Bruin op, ja.
Echt zelf dat het mijn open nog genaaid van mij zo. Iets kleermaken. Ja, precies. Jezus, Shelly. Shelly heeft een super vet superhelden shirt aan. Oh, thanks. Van Superman en Batman. Kijk, dat zeker. G7 zit er al gewoon tussen. What? Fucking hell. Oh, G8 ook al. Wat is G8? Is G8. Ja, die zijn al, acht keer level 50 geweest. Golden Archer NL zegt, Dennis, ik kan haar laten groeien op je hoofd. Zou je weer haar willen? Nee, dat snap ik. Ik zou dat ook niet meer willen. Ik kan me dat ook niet echt voorstellen, eerlijk gezegd. Nee. Ik heb Dennis wel eens met haar gezien. Nee, ik ben serieus. Ik heb mijn haar afgeknipt toen ik 20 was. Ik ben nu 34. Okay, ik kan me niet meer voorstellen dat ik haar heb. Ik zou het ook niet willen. Ik moet zeggen, de dag dat het gebeurde, had ik een half dag even zo van... dat is even wennen. Ja, want ik weet nog het moment dat het gebeurde, dat je dat vertelde. Dat je een keer ergens de kroeg in lag. Ja, ik had altijd zo'n... Welke Willy kuif. Als een kuif zo, tjoen, heel vet en een rol. En dan moest je echt de uren over doen om het ding goed te krijgen. En toen stond ik bij een showtje en ik stond bij een spiegel. Ja. En ik zie in die spiegel en ik zie dat die lampen naar me toe stonden. En ik keek er gewoon dwars doorheen zo. Ja, dat ik hem meteen s'ochtends afgeschoren. Ja, precies, toen heb je hem afgeschoren, ja. Dus toen heb je die halve avond heb je nog gehad. Kut. Je hebt iets nieuws, Shelly. Oh, ja. Echt? Ja, even kijken hoor. Meneer Johnny zegt, dan moet ik nog wel heel veel keren in mijn krantenwijk doen, want hij is 17. Dus ja. Oh. Maar dan maak je mij wel heel blij, weet je wel. Dus dat die 17 is? Ja. Heel veel kranten. Heel veel kranten moet verzorgen voor mijn Xbox One. Ja. Want je bent niet er tegenwoordig in krantenwijk. Niet zoveel. Nee, weet je dat? Laat je tattoos zien op je bovenarm, zegt Sam Brak. Jij? Nee, jij. Ik weet niet waarom hij dat wil. Dit? Ik heb hier ook, kijk. Spider-Man. Ik zit overwegen morgen nieuw te laten zetten. Maar, Ik zou het doen. Ja? Ja, het klinkt gruwelijk. Maar ik wil het hier, zo. Ja, waarom hier? Daar? Dat snap ik niet helemaal. Ja, het is een beetje te klein voor die... tegenwoordig toffe plekken. Ja, maar het is ook een mooie plek, alleen het is denk ik te klein voor wat maar het is. Misschien gaat het toch de bom worden, met vleugels zo. Ja, dat past daar veel meer. Ticket to the gun show. Wat vinden jullie? Moet het een zwijnenkop, sorry Shell, ik heel mijn oksel in je ja, gezicht. Ja, er zit ook een zo'n klein zweetplek. Ja. Maar ik heb het idee voor de dinges. Kijk, het gaat wel zo dan anders. Vinden jullie dat het een zwijnenkop moet worden met een Duitse helm uit de Eerste Wereldoorlog, met zo'n punt? Of dat het een bom moet worden met twee vleugels eraan? Ik zit nou steeds meer in de bom opeens weer te denken. Ja, die bom is die plek is daar meer. Die zwijn die moet je gewoon een keer vol dus aan hier op je pens of zo. En dan zo boven je navel, dat zwijn. Gewoon hier, gewoon onder je andere bom en je zeppelin. En wat zit er ook weer allemaal? Oh ja, fuck, die zeppelin. De zeppelin moet je ook nog. Ja. Nee, zwijnen. Hier word ik ook zwijnenkop. Dat wordt hier allemaal zwijn. Er zijn heel veel mensen die zwijnenkop te koop. Oude kranten uit Leidschendam. €5 per stuk. Nee. Zwijnenkop is wel de bom, zegt hij. Eén man zegt de bom, maar voor de rest gaan ze allemaal voor de zwijnenkop. Allemaal voor de zwijnenkop. Ja. Ik heb ook twee armen, hè? Dat is heel relaxed. Ja, daarom, dus dat kan ook. Ja. En als het bevalt, dan ga ik ervoor. En waarom niet een soldatenhelm met Born to Kill erop? Zwijnenkop. Dat vind ik niet zo tof. Zwijn op je reet. Op mijn reet? Zwijnenkop met een helm. Warhoofd 9. Ik heb serieus vorig jaar met mijn zatte hassen bij een tatoeboer gestaan met een vrijgezellenfeest. Terwijl ik het gezicht van een maat van mij op mijn reet had gereden, zijn we allemaal. En hij heeft ons weggestuurd. Maar goed, beter een bierflesje op je lichaam, Dennis. Een bierflesje? Nee, die heb ik niet. Dat lijkt me ook wel leuk, hoor. Het gaat hier zo moeilijk hard op de dingest, op de chat. Er zijn heel veel mensen aan het chatten nu. Ja, ik kan niet eens meer volgen af en toe. Woep, woep, woep. Dat is bizar. Ik vind het tof, jongens, dat jullie zoveel reacties altijd knallen op de chat. Ja, ik kan niet. Dat is tenminste, ik vind het eigenlijk wel zo'n butt game, zegt Vomik. Dat is gek. Ja, waarom? Wanneer komt het einde van de week vrijdag online? Ja, waarschijnlijk ergens tijdens deze stream. Ja. Misschien ietsje later, omdat we anders hier lag krijgen. Ik een beetje op de stream inderdaad. Ziet er net mooi uit de hele tijd. Dus dat is relaxed. Dan kan je gelijk na de stream, einde van de week. Ja, vaak is het toch niet. Oh, meneer Johnny die verkoopt zijn oude kranten uit Leidschendam, zodat hij een Xbox van Shelly kan kopen. Dat is tof. Zwijnenmof. Michelle, dat is wat anders. Als een Xbox One. Worst op je rug, Dennis. Een worst op je rug? Een worst in je nek zo. Hier een worst tatoeëren. Een worstennek. Dat is toch vet? Weet je wat ik ook te tof vind? Daar had ik het vorige week met Boris over. Met de Medal of Honor. Ik heb heel de Medal of Honor in mijn hoofd. Wordt er nog MMA getraind binnen de GameKings crew? Op dit moment niet, hè? Nee, ik doe eigenlijk alleen nog kickbox. Ik doe boksen. Jij doet boksen. Ik doe boksen en kickbox. En Steve doet kickboksen, geloof ik. Ik vind kickboksen leuker dan kickboksen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat had ik nooit verwacht voordat ik ook maar een vechtsport ging doen. Weet je wat de Real Mr. Popo zegt? Nou? Jelle, Dennis en Shelly, ik wil even zeggen dat ik erg geniet van jullie streams. Dankjewel. We doen het graag.
Daar doen we het ook voor. Vraag, Shelley? Ja. Ja. Tuurlijk. Hey, en er zijn heel veel mensen die gaan hier los over, ook over de Xbox-versie, de Xbox 360-versie van deze game. Ja, of we daar veel van verwachten. Maar, nee, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar die game gaat hetzelfde spelen, alleen het wordt niet zo mooi. Weet je wat ik denk? Denk ik. Ik denk dat het wordt ten eerste wordt gemaakt door een andere studio. Oké, dan heb ik het iets minder gemaakt. Maar ik heb het idee dat die soort van gepoord gaat worden hiervan. Maar wat er ook vaak een probleem kan zijn met een ordinaire poort, is dat de besturing gewoon minder lekker aanvoelt. Ja, ja oké, okay, kan, maar dat hoeft dus niet. Voor. Want grafisch moet hij heel veel inboeten, dat kan niet anders. Precies. Dat zou ik ook niet raar vinden. Maar als hij ook bestuurstechnisch anders aanvoelt, dan hebben we een probleem. Ja, ik denk ook gewoon dat er dingen wegblijven ofzo. Ja, dat het gewoon maar we, ja, niet zo vet wordt. Ja, heb je een Xbox? Ja, we hebben er wel in staan, maar ik speel er eigenlijk nooit op. Gaat Wolfenstein goed worden, Dennis? Ja, vraagt Mr. Jekyll. Die gaat heel vreed worden. En over Wolfenstein gesproken. En wat ook heel vreed geworden is natuurlijk de aflevering van aankomende maandag, 10:30 op MTV. Maar die week erop, 10:30 op MTV, die wordt ook heel vet. En die zou zomaar heel per ongeluk iets met Wolfenstein te maken kunnen hebben. Die heeft wat met Wolfenstein te maken, jongens. Nee, je gooit hem nog aan. Muffenstein, ja. Je moet even een beetje zo doen. Die zou zomaar wat met Wolfenstein. Jij zegt in één keer al dat hij wat mee te maken heeft. Ja, klopt, ja. Welke games heb je op de PlayStation 4, Shelley? Ik heb Call of Duty. Assassin's Creed. Dat was het volgens mij. Een favoriet is? Ja, een beetje trieste. Call of Duty dan. Heb je ook Plus? Ja. Dan heb je ook Mercenary Kings. Nu. Nee, dat is gratis op het moment. Oh, dat wist ik nog niet eens, maar ik heb bijna geen tijd meer om te spelen eigenlijk. Weet je wat het grappig ook is? Het komt niet door ons, hè? Ja, het komt door jullie. Ja, het komt door ons. Godverdomme, ik wist dat je het ging zeggen. Ik kan ook beamen inderdaad dat de streamer vandaag heel erg goed uitziet. En dat zegt iemand anders ook. Hij zegt, ik zit op mijn 50, de Real Mr. Potter zegt, ik zit op 50 inch te kijken en die shit is scherp. Dus dat is wel heel cool. Je button, Shelly, is nog een brute raket. Een brute raket. En waar zit je op te wachten, Shelly, op de PlayStation 4? Je vraagt Golden Archer en Watch Dogs en Destiny. Destiny, heel erg op Destiny. Ja? Ja. Ja, snap ik. Het lijkt me echt zo tof, omdat ik die game heel snel kunnen zien al een keer. En koop je ook wel eens vette indie games? Ja, niet echt eigenlijk. Ik heb pas Flower gekocht. Of Flower, Flow. Flow. Flow en Flow. Flower. Met bloemetjes of met... Ja, met die bloemetjes, met die blaadjes. Ja, dat is Flower. Dat is gruwelijk. Goede kwaliteit inderdaad, wordt er gezegd. Hoi Nisira. Nisira is er. Hoi Nisira. Hoi tegen Nisira. Ik hoorde dat je morgen ook kunt streamen. Van Jelle, waar is je pak wat je tijdens de stream aan zou doen? Nu halen jullie twee dingen door elkaar. Oh. Ik zou in een brieven maandag, zou ik ooit een keer een pak aan hebben gedaan. Pak? Mijn pak wat ik toen heb laten maken op vakantie in Thailand. Mijn maatpak is een mooi pak. Ja, dat is een mooi vreed pak. Wat heb je voor betaald? 150 euro. Dat wat best geld. Nee, dat is veel geld voor in Thailand. Ja? Had ik me later laten vertellen. Maar die shit is ook wel heel goed gemaakt. Nou, ik ben er wel voor 50 piek denk ik afgezet. Behalve dat het gewoon een heel goeie is. Het is niet lelijke stof. Weet je, het is heel mooi. Het is mooi zijde aan de binnenkant. Ik heb een heel raar mooie cashmere wool van buiten. Ja, die moet je helemaal vol pompen en dat knalt niet weer. Maar dat is wel heel zwaar. Dat is dus het ding. Ik ga nog even verder over een pak. Die zou ik doen in Brieven Maandag. En hier zou ik een keer Thaise papaya salade maken. Maar we hebben nog steeds geen pak in Brieven Maandag gezien. Nee, precies. Maandag zouden we misschien, weer een empty promise natuurlijk, zouden we misschien Hawaii bloesjes allemaal aan gaan doen. Ik weet niet. Er is iemand die, iemand weet gewoon dat wij hier aan het gamen zijn met onze naam die gewoon in beeld staat. Dus dat kan ook. Hop. Gaan jullie ook binnenkort Watch Dogs streamen als die oud is? Als die uit is, bedoel ik natuurlijk Michalik. En dat gaan we zeker doen. Ik hoop zelfs, ik zeg helemaal niet dat dat kan hoor, maar ik hoop dat wij de mogelijkheid krijgen om het eerder te streamen dan dat die uit is. Dat zou gruwelijk zijn. Dat zou wel ik vet toevallig zijn, ben ik daar van de week voor bij Ubisoft geweest. Ja. Dennis en Jelly, hebben jullie al Jelle? Hebben jullie al gameplay gezien van EA's UFC? Ja. Geen gameplay, toch? Nou, ik heb wel wat in-game dingen gezien. Ja, in-game, alleen, maar je hebt hem niet gespeeld zien worden nog. Nee. En ik denk, gaan we dat deze voorjaar meemaken om dat te gaan zien? Dat denk ik wel, toch? Dat zou maar kunnen. Kijk, dat EA Showcase misschien, die is namelijk twee keer per jaar meestal. Oh, die komt niet. Nou, dan weet ik het maar niet. Maar er komen wel wat interessante games van UFC, EA. En dan zou ik zomaar UFC bij kunnen. Weet je wat Dead Matter geeft, zegt, sorry? Je moet wat minder op de grond lopen, want het is geen Call of Duty. Ja, maar dat is mijn probleem. Daar moet ik nog een beetje aan wennen. Precies, dat ben je gewend, die Call of Duty. Ga jullie een keer Call of Duty Modern Warfare 2 streamen? Dat is wel heel erg oud. Nee, dat gaan we niet doen. Op hem landen, Shelly. Wil jump? Dat kan je hebben. Nee. Thanks voor het beantwoorden, zegt Sam Brak.
Het is trouwens een chilipot. Het is echt net tegen net. Net tegen net? Ja. Net tegen net. Is dat net een... Net net. Ik ken net. Net tegen net. Net niet. Net wel. Je zit op de daken, Shelly. Oh, hij zit daar. Dit is best wel een vette shootout hier. Ik ga even hoor, uitvinden hoe ik kan klimmen. Want als ik dat nou kan... Ja, klimmen is rennen. Zo ja. Ja, sort of. Laat mij een potje. Laat ik het even zien. Ja, en daarna ben ik, want ik wil ook een keer wat doen. Nee, jij kan het niet. Geitenval, zegt Koek Trommelaar. Ja, jij gaat meer op dat. Geitenval. Ik ben best wel, ik kan best wel een paar mooie kills maken. Vooral in Titans. Geitenval. Vind je het niet te snel gaan? Nee, nee. Helemaal niet. Oh, nee, helemaal niet. Het moet nog sneller, net zoals UT. Zo spreek je het uit. Brakke, ja jongen. Sam Brack, dat is toch veel cooler dan Sam Brakke. Sam Brack. Dat klinkt als een fucking... Ik doe een pilsje. Wat heb je liever op de hamburger? Kaas of bacon? Bacon. En bacon kaas. En kaas. Ja, dat moet altijd. Ja, nee, anders alleen bacon. Ik wil ook nog wel een pils, alsjeblieft. Wil jij iets drinken? Wijn? Ja, wil je een vino? Wijn. Je hebt nog een vino. Je hebt serieus gewoon wijn. Kijk nou, hier. Een fucking long drinkglas met vino hier. Het is gewoon stampers vol. Jezus. Gegooid. Kijk, die rot respect daar. Nou, dat ga ik niet vragen, Twan Detti. Dat kan niet. Wat wil je nou weer weten? Hij vraagt naar Shelly wat haar favoriete worst is. Maar dan moet je inderdaad een recht gezicht houden en letterlijk gewoon zeggen welke, gewoon salami of wat dan ook. Want anders dan... Gewoon boterhammenworst. Boterhammenworst. Ja, eerlijk waar. Ja, op een zo, witte boterham vind ik het best wel lekker. Echt waar? Ja. Meen je? Echt, dat vind ik echt heel erg helemaal niks met boterhammenworst. Ja. Ja, Shelly is wel aan het ownen, zegt Sven de Man. Mag ik een potje jatten? Ja, natuurlijk. Vraagt de grote boze Game King aan een klein meisje. Mag ik hem misschien ook een potje lenen? Moet je een potje spelen? Kijk, het is iets met die logo's. Jij bent hier de autoriteit op Titan van. Ik wil Titan veranderen. Nee, ik wil geen suppressor. Wat is de beste Titan? Dat werd er net ook heel vaak gevraagd. Dat weet ik eigenlijk, ben ik nog niet helemaal over uit. In ieder geval niet die we hadden. Ja, ik ook. Die vind ik juist de relaxte. Die Dickzak Titan. Maar die past ook gewoon niet bij jou. Nee, dat zal het zijn. Zo, daar pak ik weer even een mannetje van, hoor. Kijk, we kunnen ook voor jou even een Disaster Clan die zegt boterhamworst heeft niks met worst te maken. Ja. Nee. Processed meat, toch? Chorizo, zegt Pablo 024. Ja. Ik heb voor Shelly even een andere Titan gemaakt. Dit is een schild met je Titan. Mitchell Online zegt nog eventjes, Dennis ga voor het zwijn. Die heeft lag. Wat vinden jullie van Infamous Second Son? Ja, fun. Ik vind het wel vet. Heb je die al voor de PlayStation 4? Nee, ik heb hem hier gespeeld. Ja. Het mannetje wel relaxed? Die heb? Ik zag hem niet. Het mannetje. Nee, die Het mannetje. Vind ik wel vet, De pilot heet het hier, Dennis. Niet het mannetje. Mannetje. Ben je ook een spelletje aan het spelen? Ga ik even een spelletje met een mannetje. Ga ik een even pistoolie maken. Zo, hier. Hol. Rookworst. Ja, maar rookworst van de HEMA dan. Ik wil geen reclame maken. Maar ik wil gewoon boterhammenworst. Zou zijn HEMA-worst. Wacht, je krijgt een andere. Een hele. Ja. Met zuurkoolstamppot van mijn moeder. Zuurkool. Ja, maar jouw moeder zat niet overal. Nee, maar dat zou mijn galgemaal zijn. Galgemaal? Wat vinden jullie van de Division, zegt GVE 44411? Nou, ik zou willen dat ik daar al een mening over had. Ik weet er nog weinig van. Ja, we weten er gewoon. We hebben een paar trailers gezien, net zoveel als een beetje als jullie. Maar ja, het zou heel cool zijn als we die zo snel mogelijk kunnen spelen. Ik hoor iets. Nee, Sam, ik ga geen scheet laten naast Shelly. Nee, alsjeblieft niet. Dat moet Shelly omdat ik sowieso geen scheet laat in de buurt van vrouwen, dus... Dennis zit echt heel soort van bedenkelijk te kijken van waarom niet, dat doe ik altijd. Ja. Ik ga gewoon straks een scheet laten. Wat vinden jullie favoriete whisky? Staat daar. Ik ben geen whisky drinker. Ik ook niet. Ja, nee, ik wel, ik zit er helemaal niks te denken. Mee. Mijn broertje is daar wel. Ja, ik zou denken, kijk eens. Op dit moment ga ik kijken, Herzog. Hertog Jean. Very thank you much, man. Thank you. Hop. Even kijken. Real Mr. Pope zegt, gadverdamme rook was van de HEMA. Ik dacht dat je een fijnproever was, Jelle. Dat ben ik ook. Dat ben ik zeker weten. Maar dit is gewoon Lekker. Die is als gruwelijk. Ik dan nog een worst moest kiezen, dan zou ik gaan voor de rook van Dan is het toch voor de rook van dinges. Ja. Is Shelly kort voor Michelle, wordt hier gevraagd. Nee, toch? Dat zou wel het zijn. Stiekem wel, hè? Nee, eigenlijk niet echt. Gewoon. Ja. Nee, precies. Toch niet. Nee. Even kijken, ik was namelijk nog één. Oh ja, die whisky. Ja, dat zou toch Glenmorangie. Die vind ik nu het lekkerst. Of Glenroads, één van de twee. Kijk, dat wordt al gewoon inderdaad op. Maar kijk hier, ik zie een Lafroig staan, ik zie een Ardbeg. Ja, dat zijn allemaal stevige. Ik hou niet zo van de stevige whiskies. Ik ben meer van de zachte. Van de lekkere, misschien een beetje pittig, maar vooral gewoon een beetje zoetige, nice afdronk.
vanilla en zo. En niet van de shit waar het lijkt alsof het geweekt is in aarde. Geleven jullie meer in Destiny of in Division? Al geloven. Destiny. Nou, vooralsnog. Ja, nee, ja. Ik niet. Ik ga dan fucking vol voor de Division. Omdat ik dat hele verhaal van 10 jaar lang Destiny, ik vind dat een vreemd verhaal. Ik heb nog niet duidelijk genoeg in mijn hoofd wat die game is, ook al komt die al aan het eind van dit jaar uit. Ik moet dat echt nog eventjes goed Ja, maar je hebt er nog maar zo weinig van gezien dat... Ja, ik weet niet. Ja, maar dan daarom. Ga je automatisch van de Division. Zeggen. Ja, maar van Destiny. Ja, oké, maar daarom. De Division, ja, ik weet niet. Ik denk dat het, omdat het ook weer iets meer een soort van singleplayer-achtige ervaring gaat worden. Ook al is het natuurlijk wel een soort van MMO-achtig ding. Je bent wel echt aan het Ninja Warrior, inderdaad. Ja, ik vind je vloog echt harder dan ooit. Hoger dan ever. De Glenlivet inderdaad is heel erg lekker. Vind je Jack Daniels lekker, vraagt Robbie. Alleen in de kroeg, omdat je daar met ijs gewoon iets weghakt. Maar op de bank thuis is Jack Daniels niet cool. Hmm. Niet aan de orde. Daar je wel. Jezus, het gaat veel te snel. Kun je aan Jelle vragen of die weet of Destiny ook voor de PC komt? Ja, dat hoop ik binnenkort te horen. Death Metal Mike zegt, Dennis, ga je nog een Forterok? Zou jij een biertje doen? Ja, ik hoop ook te gaan. Forterok. Ik moet alleen nog even ergens een kaartje beachen. Bied ik ook gewoon een kaartje, joh. Nee, daar heb ik geen geld voor. Nee, is zo erg? Nou ja, nee, maar daar heb ik geen geld voor over, laat ik dat zeggen. Ik wil er heel graag heen, maar ik ben klaar. Vroeger spendeerde ik fortuinen aan shit. Ja, vet dit, hier. Aan fortuinen, aan dingen, maar... Wat vind je van Ballantines? Nee, Ballantines vind ik ook niet lekker, want dat is een mix. En mixes die zijn crap. Whisky. Goede drank heeft geen ijs nodig. Delete zegt dat, klopt ook. Ja. IJzer is voor minder gefusilleerd. Inderdaad. Oh, jullie hebben het over mijn ding. Over ja, maar Jack Daniels is geen whisky, dat is bourbon. En daar hoor je gewoon dingen snitten drinken. Wat is jullie favoriete cocktail? Kijk, nu gaat het goed. Dit zijn goede topics. Cocktail. Ik moet even over nadenken. Ik whisky sour vind ik lekker. Gin tonic is dat niet echt een cocktail. Mojito's zijn lekker. Een beetje plat, maar wel lekker. Strawberry mojito. Ja, ja, die is ook inderdaad. Frozen. Frozen daiquiri is dat, hè? Frozen daiquiri. En Long Island, omdat je die vind precies. Ik ook wel heel erg, maar ook een beetje te plat. Ja, ik vind het moeilijk. Doet Titanfall jullie niet een beetje denken aan Brink? Nou, in een lichte basis, een klein beetje. Ik dacht het. Maar ja, de opzet misschien, maar niet hoe het speelt en hoe het uit is gewerkt. Ja, die heb ik. Ik weet niet wat hij gaat doen. Jack Daniels is geen bourbon, zegt Rijssel. Maar volgens mij wel, want het komt uit Amerika. Dus in mijn ogen is het dan een bourbon en geen whisky zonder E. Wat is dit aan? Dus dat. Cocktails zijn te zoet. Maar er zijn niet alleen maar zoete cocktails. Warhoofd 90. Moet je maar eens een Bloody Mary proberen. Vind ik ook heel lekker. Dat namelijk. Vind ik echt zo niet te zuigen. Nee, gruwelijk is dat. Dat is zeg maar, dat haalt het beste. Oh, zeg maar, nee. Dat haalt het wassige weg uit de tomatensap. En die maakt er een soort van heel zout, met punchy. Dat toch? Ja. En een stuk selderij erin. En Worcester sauce. En Tabasco. Echt heel erg lekker. Wat is jullie favoriete stuk vlees op de barbecue en wat eten jullie er graag bij? Speklap. En dan zeg maar, dat hij nog een beetje wittig en slap is of dat hij echt een chippy, zo'n harde. Ja, zo'n chippy, ja, precies. Ja, dat vind ik ook heel erg lekker. Maar ik ga dan toch wel voor de, even kijken, ja, saté, maar is ook, nee, ga ik toch voor de worst. Ik heb laatst een paar hele vette grote braadworstachtige dingen. Wat vind jij, Dennis, vanaf de barbecue? Speklappen ook, ja. Ja, wel lekker. Ja, ik vind alles ribbetjes vind ik wel lekker. Wat vind je van boomhoorn, Jelle? Ja, dat vind ik ook wel lekker. Zo dood. Maar niet. Ik hou ervan als ik gewoon een echte gast gewoon... Spekfakkels! Tuurlijk! Ja, tuurlijk! Spekfakkels! Jezus, fact! Jezus, thanks voor dit, jongen. Spekfakkels. Ja, dan moet je maar... Heel erg dat ik dat niet weet. Nee, helemaal niet. Nee, spekfakkels. Spekfakkels is vooral het mooiste woord uit de Nederlandse taal. Oh, okay. Spekfakkel. Maar het is inderdaad letterlijk wat je denkt. Het is een stok. En die stopt dus in een machine. En daar wordt een speklap soort van omheen gewikkeld. En dan is het ineens een soort van... Dat klinkt eigenlijk wel... Weet je, ken je zo'n twister, zo'n ijsje? Ja. Maar dan met vlees. Heel gek, maar wel cool. Met spek. Wodka, jus d'orange, vind je dat lekker? Ja. Ja. Waarom? Ja, tuurlijk. Weet je, dat kan je niet lekker vinden. Liever zonder wodka dan.
Nee, natuurlijk niet. Zonder citroen. Zonder citroen. Ah, dat weet ik nog wel. Ik heb jou... Jij was niet zo heel erg van de wodka, volgens mij. Totdat op een gegeven moment toen wij in Wit-Rusland waren... en jij echt 20 van die shotjes wodka op de Russische stijl achterover hakte. En toen ook nog eens eventjes een afkondiging wilde doen. Ja, dat was mislukt toen. Ja, nou kijk, vuurwerk. Je moet dat item eens opzoeken. Als je inderdaad, weet ik veel, Wit-Rusland, Jelle en Dennis intikt op de site... dan op onze site, gamekeeps.tv, dan kom je daar wel... En dat is lachen. Even kijken hoor. Zijn we nu aan het indrinken om straks aangeschoten nog even Goat Simulator te spelen? Ja, dat gaan we doen, maar thuis. Niet op de stream, denk ik. Thuis lekker tijd. Want op een gegeven moment willen we gewoon eten. Dat is het vooral. Ja. Waar kan je in godesnaam een spekfakkel kopen? Die moet je zelf maken, Lidl, denk ik Lidl. Dan. Bij de Lidl? Ja, die hebben ze al. Je hebt dus inderdaad machines ervoor. Ergens in het Down South. Nee, dan trek je gewoon een takje uit je tuin en dan doe je het zelf. Dat kan ook nog. Dat je gewoon zelf maakt spekfakkel, ja. Zeker spelen ze tegen bots, nou niet alleen maar KDT-070. Nee, dat zijn niet alleen maar bots. Het botsverhaal is dus helemaal niet zo erg. Dennis, wanneer wordt Feyenoord weer kampioen? Dit jaar? Oké. Okay. Dat denk je. Ja. Spek mag best op laag smeulend en lang erop. Ja, klopt, dan wordt hij knapperig. Heerlijk. Wat ik wel bij spek volgens vaak heb, dat ze net iets. Ja, ik ook. Net iets te veel zout op zit. Te heet en spek wordt niet goed. Ja, wel man. Nog steeds hartstikke lekker. Gewoon echt een spek shoppie. Kan bijna niet mislukken. Nee, dat is het leuke. Ja, het kan echt op een gegeven moment echt te zwak worden. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan met alles. Dus voor de rest kan het inderdaad niet snel. Weet je wat ook lekker is? Spek om kipfilet. Dan heb je geen zout of wat dan ook nodig. Dan is het, die spek is je seasoning, is je kruiden. Dat is vuurlijk. Ja. Ja. Is gewoon een uitkomen? Nee. Wat eet u het liefst met de kerst? Nou ja, dit gaat te ver. Ik heb de kerst gegeten. Nou? Chinees. Chinees, Jezus Christus. Wat? Ja, dat doe je toch niet? Ja, wel. Nee, gaat u niet Chinees eten met de kerst, joh. Als je dat lekker vindt, dan doe je dat toch? Nee, is niet cool. Oh, dan heeft iemand een regel gemaakt dat je iets bepaalt. Dat je niet naar de Chinees gaat met kerst. Weet je, de Chinezen hebben niet eens op dat moment kerst. Nee, daarom werken ze. En dan kun je gewoon lekker een vreet houden. Ja, nee, maar de kerst... Ik vind het best kunnen. Ik vind dat je Chinees mag eten. Een Chinees die eet je op een brakke zondag als je geen zin hebt om te koken met een kater. Dan eet je Chinees. Shelly zegt dat kan. Maar wat als je nou een kater hebt op kerst? Dat heb ik altijd. Echt, ja. Dat heb ik altijd. Dat is altijd een dag nadat we vakantie krijgen. Kijk, Wit-Rusland aflevering, zegt Jordi DK. Dat heb ik over nagedacht. Ik heb Poetin al gebeld, dus we zijn er bezig. Nee, joh, Wit-Rusland aflevering. Oh. Gewoon, dat is de Wargaming trip, deel 1. Er is ook nog een deel 2, die is ook met Lamme Dennis. Staat er inderdaad. Hashtag Lamme Dennis. Zo. Met daarna gitaarles. Over 10 minuten friet te halen. Want zo meteen begint een vrij tof weekend. Friet te halen. Friet te halen. Wat is jullie favoriete vette hap en snack? Een picanto mayo ui. Gehaktstaaf? Nee, dat is een picanto. Maar een gehaktstaaf is de vieze versie van een picanto. Nee, joh. Jawel. Ik weet het even niet. Maar jij met saté zeker? Jos Brinkie. Nee, ik wil meestal niet zoveel saus op mijn zooi. Hij wil geen saus op zijn zooi. Nee, ik wil mayo ui. Echt drown hem in. Kijk, wat heb jij? Ja, ik weet het niet. Ik zei gewoon tussen de tijd te knokken. Met mayo en uitjes. Patat, ja precies. Mayo ui, hè. Dat is wel echt de vreedste combinatie. Ik wil altijd een beetje alles van McDonald's, Burger King en... Nee. Ja, Burger King en? Wat nog meer? Niet de KFC of wat? Ja, ook. Vind je dat lekker? Ja, dat is best wel lekker. Best wel lekker. Meestal voel je daarna wel rot. Ja, je voelt je rot. Ja. Burgerspijt noemen we dat bij GameKings. Daar heb je ook een item van. Burger Kings. En ooit nog een keertje vroeger hebben we ook een item gedaan in LA met burgers. Die zijn ook leuk om op de site op te zoeken. Ja, Victor. Even kijken hoor. Allemaal ziek paardenvlees, zegt hij. En die zit patat of friet? Nou, dat is toch zeker patat als je hier in deze contraille zit. Precies. Even kijken, wat is de gênantste die jullie ooit is overkomen? Boei. Weet ik veel. Niks. Gênant, nee. Jawel, ik weet wel een paar dingen. Ik ben al heel erg niet. Nee. Oh, kut. Killed Mania. Oh, loop ook nog. Maar kan je niet, vind je niet lekker om een eigen hamburger te maken dan of zo? Ja, dat is ook wel lekker inderdaad. Gewoon vers. Ja, ik dacht van zelf. Oh ja, er is inderdaad een Big Mac, een Grand. Ja, er staat, wat vinden jullie van de Big Mac XL, zegt Sven de Man. Dat heet inderdaad de Grand Big Mac. Dat natuurlijk een soort van min en min is plus, of eigenlijk plus en plus is plus is. Dat betekende eigenlijk dat die Big Mac dus helemaal niet zo groot is geweest al die tijd. Nee. Dus eigenlijk was het gewoon de Mac, wat wel een hele coole naam is voor een hamburger, zit ik nu te denken. Mac.
En dit is dan de Grand Big Mac. En dat is inderdaad zoals een Big Mac eigenlijk hoort te zijn. Ja, maar ik krijg dat ook gewoon niet op. Dus ik hou het gewoon... Nee? Oh, dat dan weer niet. Je vindt het heerlijk, maar je krijgt het niet op. Nee, ja, ik moet gewoon een kleine Big Mac. Een normale. Ja. Niet nog eens een maat extra. Ja. Ja, ik word niet zo heel goed. Ik was wel heel goed, maar de rest was beter in mijn team. Waarom op een console? Je moet op de PC spelen. Dat is veel. Je moet helemaal niks. Nee, waarom draagt Jelle een muts terwijl het 20 graden is buiten? Het is vandaag geen 20 graden buiten volgens mij. Nee. Het is helemaal niet zo warm. Het is niet zonnig geweest. Het is niet zo heel erg warm. Dus daarom. Anaal clear. Hebben wij straks eigenlijk weekend of niet? Ja? Nee. Nee toch? We gaan nog even de aflevering kijken. Hoeveel alleen maar gekeken Alleen maar omdat het kan. Want ik heb hem al gecheckt en hij is superleuk. Dus we gaan hem eigenlijk alleen maar kijken met een fles bier erbij. Omdat het leuk is. Ja. Benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Het is dus de Wolfenstein, de Moffenstein aflevering, zeg ik gewoon. Zeg het toch gewoon weer. Ik wil het een beetje geheim houden. Ja, maar ja, wat we erin gaan doen, jongen. Dit is gruwelijk, jongen. Dit is echt weer een klassieker, een Game Kings klassieker. En dat mag je natuurlijk eigenlijk nooit van tevoren zeggen. Vooral dat je het heel goed in elkaar zat. Tuurlijk, maar ook vooral productie-technisch. En Shelly ook, Shelly ook al meegewerkt hebt trouwens. Ja, yes, jij hebt er inderdaad redactie voor gedaan, Shelly. Dat heb je goed gedaan. Ik pak even een prijsvraag van tijd of al. Het is zonde eigenlijk. Ze kwam echt heel netjes met al deze nieuwsberichten die we laten we eens even kijken. Het gaat toch wel een aantal keer. Mag ik ook even? Mag ik ook? Doe jij de chat? Nee, eerst nog Shelly. Nee, ik wil even een half potje. Ja, ik wil even een half potje. Kijk wel. Dat kan ik wel even een half potje. Anders heb ik alleen maar fucking 10 minuten Goat Simulator gespeeld. Het is klein. Ik moet echt zo gaan zitten. Moet je je bril erbij pakken. Je kan ook zo doen, kijk. Mwah. Je en er gebeurt er helemaal niks. Nee, je moet gewoon even je bril. Oh, wacht, ik je zo moet doen. Mooi. Dan is het zeker echt één pixel groter per ding. Stoor je vooral niet aan die gekke dingen doen. Nee, ze zeggen gekke dingen af en toe. Ja, is het heel erg? Ja, ze zeggen gekke dingen. Is het heel erg? Kijk, dit is een coole Titan, hoor. Ik wil niet dat jullie gekke dingen gaan lopen zeggen. Die tweede is heel snel, Jelle. Dat is meer jouw ding. Ja, nee, zeker. Ik zie gekke dingen. Wat voor gekke dingen? Hé, fijn weekend alvast, hè? Hé, kijk eens, Spiers. Kom erbij. Oh! Skate the Great, wil je even een potje? Nee, nee, wil je een klein stukje? Hij gaat eten. Hij gaat fucking de pindasaus eten. En bananen. Bedankt, Skate. Zie je maandag, hè? Zie je maandag. Denk dat je ook even was. Ja. Zo. Het was gezellig. Oh, wow. Maandag 10:30, hè? Yeah! Game Kings. Woe! Nou, dat was even Skate. Skate best, die... Best. Ik had meer lines van hem verwacht. Welke games gaan jullie spelen dit weekend, wordt er gevraagd. Tijdvol. Ik ga geen games spelen dit weekend. Wordt het lekker weer? Ja, nee, volgens mij gaat het regenen. Ja, het wordt kut weer, Jelle. Nou ja, ik heb ook niet echt meer games die ik zeg maar soort van graag aanslinger op dit moment. Ik wil gewoon, ik zit wachten echt op een nieuwe garde. Ja, inderdaad. Maar heeft jij niet, ben je niet per se voor de, ik heb nog Special Edition Teso leggen. Wat is eigenlijk het vetste wat binnenkort uitkomt? Ik heb geen PC die dat niet trekt. Dat is, ik denk toch... Die guy heeft een ghillie suit. Volgende maand. Watch Dogs. Ja. Is dat volgende maand al, joh? Dat duurt ook nog lang. Weet je dat, volgende maand komt hij al uit? Ja, maar dan is het juni en dan is het al vakantie. Welke maand is dat? Mei. Mei? Ja. Maar ik ga fucking, over volgende week ga ik er een trip naartoe. Ja. En is dat nog wel op tijd op tv dan? Ja. Oké, wat vet. Dus dat betekent dat ik gewoon, het eindoordeel, zeg maar, half mei komt hij uit. En, ik ben er gewoon in het niks aan bril het rondrennen, komt zie op ik. TV, of, nou, ik lees ook Mario Kart. Komt dat binnen? Oh, dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Ja, maar dat is ook in mei, juni. Begin juni. Of eind juni. Dat is juni. Echt super vet. Ik wil daar echt een Wii U voor. Dat wil ik ook nog, een Wii U. Ja. Hoe heet die guy ook weer? Johnny. Doe ook even, nee, er lag een andere jongen dan een Wii U bij elkaar verzinnen. Pak Jelle. Ja, waar is die dan? Nou, dat weet hij zelf ook niet. Oh, daar. Hij was compleet in paniek. Omdat hij er bijna aan was. Wat is hem? Dat is hem. Hij zit op te wachten, Jelle. Nu gaat hij opwachten. Hij is echt heel erg retarded. Jelle, zullen we hem even ruiken? Ik wil hem knijven. Oh, dit was echt tergend om te zien. Ja. Nee, helemaal niet. Ik was gewoon, dit is maar een wolf en een spray. Hij heet ook clumsy. Weet je, ik was gewoon aan maar het wachten. Maar dit is ook alweer een half potje, of niet? Voor de handgranaat heen. Shelly. Ja. Zijn dat dan de interessante dingen bij? Of zeg je van nou... Nou, hoe laat komt het einde van de week online? Straks. Ik klink stoned. Klink ik stoned? Nee, je klinkt gewoon als Shelly. Ik wil zo'n pak. Dat snapt kan iedereen, niet. Toch? Oh, dit klopt wel. Wow, Jelle, die actie was echt slecht. Ja, hoezo? Net is helemaal niet waar. Shelly zegt het ook. Hier. Oei. Oh, ik had hem wel. Gewoon genaaid.
Dat is trouwens niet dive, je schopt gewoon iemand. Dat vind ik wel heel raar aan deze game. Nee, dat is cool man. Het fucking schot, Arnold Schwarzenegger. Je kan niet iemand doodschoppen. Dan moet je echt, weet je hoe hard je dan moet schoppen? Door iemand heen. Ja, het is gewoon Arnold Schwarzenegger zegt. Boom, give him the boot, bite the curb, bitch, dat soort shit. Gaan we nog een review doen van Age of Wonders? Ja. Die komt, ja, die komt. Er komt een heel leuk item van Age of Wonders. Dit weekend. Dit weekend online, dat gaat over de studio. En dinsdag of woensdag hebben we die game helemaal grijs gespeeld en er komt een review. Zo. Zo, weten, nou, dan weet je dat. Ik ben echt rondjes aan het draaien, nu ben ik er klaar met dit hok. Ja, ik vind dit het minste level. Attrition. Nee, dan kom ik hier niet zo makkelijk op de daken kan komen. Spring op, Jelle. Waarom wil iedereen dat ik een boer laat? Ik vind het... Is dit voor een rare ding, joh. Dan ben je officieel one of the guys, denk ik. Maar het doet vooral niet. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan hier op het tablet. Ja? Oh. Oh, je bent net zoals ik. Ik kan ook niet met die onzin omgaan. Hij heeft gesloopt. Ja. Yep. Het is officieel... Gewoon hartstikke kapot. Ja. Is er, is er een technisch iemand die dit gaat snappen? Ze hebben het gesloopt. Ze hebben het... Jelly heeft het gesloopt. Ik heb het gesloopt. Mijn iPad? Ja? Jouw iPad. Jouw iPad? Ja. Oh jee. Terwijl ze maar twee keer laten vallen. Toen dacht ik, kunnen we dat wel hebben. Dan hebben we geen comments meer. Nee. We moeten zelf comments gaan bedenken. Oh ja, dit zijn de comments die jullie hebben bedacht voor ons. Oh ja. Het is allemaal nieuws, maar volgens mij hebben we de meeste nieuwtjes al langs laten komen. Hier, Titanfall, bla bla. Ja. Hè? Op de dag van de Titanfall-lancering hadden mensen problemen met inloggen op de Xbox Live service. Deze mensen krijgen nu een week gratis Xbox Live. Terecht of niet? Nou ja, waarom ook niet? Die maar mensen hebben toch al Xbox Live. Ja, een week is nou niet dat je echt blij bent. Yes. Ja. Nee, het is super terecht, want je hebt er namelijk niks aan. Ah, kijk, we hebben hier... Basie Dennis, Golden Charm, je doet zelf wel mee. Oh jee, motten we ook nog een nieuw iPad voor Shelly kopen. Heb je een iPad? Nee. Nou, inderdaad jongens, jullie moeten ook een nieuwe iPad voor Shelly kopen. Zo, ik kan niet wachten. Je krijgt echt, echt heel veel zooi straks. Wat nou als je straks die maand op het kantoor komt en alles ligt gewoon... nog een pakketje Shelly, Ja, op zich zit ik dan wel heel blij, zeg ja, maar. Ja, 3 iPads, 4 Xbox Ones. Wat hebben we nog meer? Lamme Dennis. Ja, ik ben echt nog langer niet lam. Ontzettend lam. Jij bent zo snel om. Je bent al lam. Ja? Ga je dit naar Dreamhack voor? Nou, dit is nog wel heel lang. Hoezo? Het zijn 2 Dreamhacks, hè? Er is ook een zomer. Ja. Ja, Jezus Christus. Oh, Shelly. Dit vind ik een leuke vraag voor jou. Oké. Wat vind jij het leukste bij GameKings? En wat vind je het minste leuk? Minst leuk. Jelle. Skate. Ik vind het een lastige vraag. Ja, het minst leuk. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Dat is een beetje een suf antwoord. Maar ik kan wel minder gamen. Ja, maar ik kan hier wel weer gamen. Ja, dat is waar, ja. Naar welke muziek luister je, gamen. Shelly? Nou, bijna, ja, dat heel veel eigenlijk. Maar ik luister ook niet zo heel veel muziek. Meestal ga ik gewoon naar feest en dan luister ik daar muziek en thuis niet echt. Je bent net zoals ik. Dat gewoon, wat ik op feest luister, luister ik eigenlijk helemaal niet thuis. Nee, precies. Ik vind hardstyle dan leuk om naar feest te gaan en dan... Maar thuis niet echt per se of zo. Ze willen die een keer Battlefield 4 gaan spelen op de livestream. Lijkt je dat leuk? Ik weet niet of ik dat leuk vind, Battlefield. Ik vind er geen reet meer aan. Komt er nog een nieuwe Viva Pinata game? Is dat nou een tijdje goed? Ja, ik denk het niet meer. Nee? Ik denk het wel. Oh, nee, ik denk dat ik denk het niet meer. Nee. Het is inderdaad niet de serie die... Ja. Alles is leuk, behalve 2 rare kerels. Mee eens. Shelly, welk spel vind je echt geweldig en kan je uren gameplezier aan beleven? Call of Duty. Ja, ik wist het antwoord. Ja, maar ja, ja, omdat er nu gewoon niks anders uit is eigenlijk. Broekzak 1 zegt, wanneer komt de Titanfall prijsvraaguitslag? Nou, ik heb 2 of 3 dagen geleden de naam doorgestuurd. Dus de winnaars hebben inmiddels hun game of headset thuis. Waarschijnlijk al liggen. Dus ik denk dat je verloren hebt. BFBO, komt er nog een Beyond Good and Evil 2? Nou, er is ooit... Ik hoop het zo. Ja, er is ooit zoiets... Heb je die eerst ook gespeeld? Oh ja, dat is echt mijn lievelingsgame. Dat is mijn lievelingsgame, ja. Ja, kijk, het grappige was, ik ben echt serieus inmiddels al 5 of 6 jaar geleden, dat heette de Ubi Days. Dat was een alternatiefje voor de E3, want toen was eigenlijk die paar jaar de E3 niet. En daar liet ze toen die trailer zien. Ik was zo blij en toen daarna niks meer. Niks meer, hè? Nee, maar ik verwacht wel dat het tussen nu en 3 jaar gaat komen. Wat? Ik hoop het. Beyond Good and Evil 2. Als ze dit op de E3 laten zien, dan ben ik net zo blij als Jelle met Fallout. Dat wordt wel leuk voor die journalisten. Dan wordt het hier gevaarlijk op de redactie. Wat hebben we nog meer? Wat vinden we van Killzone Shadowfall? Nou, ik vind hem tof.
maar ik vond hem niet zo goed als Killzone 2 en 3. En lang niet zo goed als Killzone 1, want dat vond ik de beste. Zo. Het is niet zo mijn game. Nee? Nee. Shanky Cranky zegt, mijn zus werkt aan Beyond 2 mee in Montpellier Ubisoft. Nou, dat mag je helemaal niet zeggen, vriend. Geef ons even wat dan informatie. Is, ja, als ze niet nu direct haar baan kwijt. Die is nu de baan kwijt, inderdaad. Hé, hey, maar ik wil op zich wel Shanky Cranky wel de informatie van jou. Als jij zegt van nou, mijn zus doet dat. Wanneer is Michelle te zien op de Gamecube afleveringen? Nou, op tv, dat komt nog wel een keertje. Morgen is ze bij de stream van 6 tot 8. Dennis, dat is op dit moment je favoriete game op de PlayStation 4. Ja, ik denk dat toch Call of Duty ook. Ja, er is gewoon niks met anders. Kun. Dus ja. Ik ben er klaar mee. Met hier. Ja, oh. Ja, het is een rotgun. Just Kloesu zegt, ik weet waar Guerrilla aan werkt. Nou, Just Kloesu, laat ons eventjes weten, dan kunnen we het delen. Sam Brakke is heel blij dat wij net allemaal... Zeg jij eens Sam, gefeliciteerd. Gefeliciteerd Sam. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. Ja. Sommige mensen lopen heel veel vragen te spammen die we gewoon niet gaan beantwoorden. Dus. Wat verwachten we van Quantum Break? Ik weet het niet zo goed, man. Van niks. Nee. Ik moet wel zeggen, die serie incorporatie, het klinkt als veel te ambitieuze, domme shit. Maar die dingen, Jelle moet Shelly laten spelen. Nou, dat is inderdaad, wat is Dirk van Dalen? Oh shit, dat mag niet in. Je springt op de lucht, nu moet je dus klimmen, hè, dat het niet gaat lukken. Dus, nou. Nee! Nou, ja, dus, daarom vind ik deze map dus zo kut. Bij elke map kan je heel makkelijk boven komen, bij deze heel moeilijk. Ja. Undead Guru zegt, ik heb contact met buitenaars leven. Ik moet nu weer hierin, naar dat dingetje toch? Dat dingetje is al weg. You missed your ride. Jirano Mikaroni zegt, Dennis, je bent een hater. Hater of fans. Ik denk dat ik de minste hater ben van iedereen hier op de reactie. Gewoon in het algemeen. Ik ben niet echt een hater. Kijk, ik sta toch wel derde. Dat komt naar mij, die laatste. Ja. Dennis, hoe oud ben jij? Jelle en Shelly, niet samen. Oh, niet samen. We moeten niet weten. Ik ben 34. Jij bent? 27. 28 al trouwens. 20. Ik dacht dat je 21 was. Nee. Dennis, wil je een goocheltruc doen? Kan ik niet. Nee? Ik ben geen Dennis, wat is je favoriete Titan? Die zware natuurlijk. De ogre. Dat kan ik dus. Oh, dat had heel veel dinges. Dennis, welk dier zou je het liefst als huisdier hebben? Een cavia. Meen ik serieus? Een cavia? Een cavia. Niet een hangbuikzwijntje. Een geit. Nee, dat geit op buiten. Ik zou het liefst een cavia. Cool. Een cavia. Nee, een cavia. Een porcupine. Laatste potje, zeggen ze hier nou weer achter ons. We worden gewoon teruggeroepen. Teruggeroepen. Dus als je denkt van waarom stoppen die jongens om 6 uur? Nou, dat komt dus door die mensen hierachter. Die willen eten thuis. Wij niet hoor. Wij willen gewoon doorspelen. Oh. Wij zijn niet hier de spelbrekers, dat zie je gelijk. Dennis, ben jij bij de oudejaarsconferentie geweest van Guido Weijers 2012-2010? Je naam staat werd in de aftiteling. Namelijk genoemd. Nee, ben ik naam niet werd genoemd. Heeft Guido Weijers mijn naam Tuurlijk, genoemd? Tuurlijk, die is groot fan van Dennis de Bruin van Gamekings. Ja, dat weet iedereen. We hebben een nieuwe pilot loadout dingetje. Oh, we hebben iets nieuws, ik weet al wat we hebben. Eén, dan ga je naar de primary en heb je waarschijnlijk iets vet voor je car. En dat is car, is ons wapen. Ironsight en... Ironsight dus. Toch? Ironsight zal het nieuwe site zijn. Oh nee, counterweight. Yeah! Dat heb je echt dus nodig. Nou, dan kun je makkelijker knallen, dan schiet je beter raak. Medium range. Cavia is een echt kuthuisdier. Serieus, ze stinken. Ik vind een cavia helemaal niet stinken. Ik vind dat een soort van lekker ruiken. Ja. Ik hou niet van zulke beesten. Ze zijn vies en moet je elke keer die hokken verschonen. Echt een hele baan. Nou, dat was ook de reden waarom ik geen beest heb. Wat moet ik met een beest in huis? Je hebt een cavia, nee. Ja, dat is een beetje als ze andijvie krijgen. Dan doen ze dat. Als ze andijvie krijgen? Oh, ja. Ja, dat vinden ze lekker. Ja. Welke game willen jullie graag gesport zien door de Oculus Rift? Nou ja, Fallout? Unreal? Fallout. Tegen, die oploopt, dan ga ik. Dan ben ik om. Oh. Fallus 4. Wat gebeurt er in Area 51? Wist je dat mijn eerste bandje Area 51 heette? Ja, toen had je nog die Psychobilly Kuif natuurlijk. Wat voor muziek nee, was toen had ik nog Kale Kop. Toen had je weer een Kale Kop of nog? Ja, het was ooi. Het was half ska, half ooi. Oei. Ja, slecht zeg. Vet hè? Oei. Crappy. Hebben we nog meer? Jelle, je hebt vette schoenen.
Dat heb ik zeker. Oh, ik zit heel dom bij, zit ik nou te kijken naar Steven. Jullie zitten echt al gewoon... Ja, jullie gewoon, nemen ook die hele bank in beslag. Ja, jij bent heel klein. Iedereen zit serieus al een kwartier naar mijn vleespet te loeren. Ja. Die glimmende vleespet. Iedereen kan zichzelf gewoon erin zien. Ik ga eens even in beeld. Shanky Knekje, dat blijft wachten. Oh, ik had twee cavia's vroeger. Ze heette Droppie en Benny. Ik had er vroeger ook twee. Mijn broertje heette Benny. Zwartje en Trippeltje. Mijn broertje heet Benny. Ja. Shelly ziet er leuk uit vandaag. Dat is een Chrisje. Dank je, Chrisje. Ja. Joost de Gekste. Heeft iemand een serie Mad Men? Dat is wel grappig van iemand met een compleet andere dingen te over een serie wil praten. Ik heb Mad Men niet gezien. Ik ook niet. Nou, ik heb eraan begonnen, maar dat vond ik niet zo leuk. Ja. Fantox, spelen jullie al de Elder Scrolls online? Dan gaat dit nog een keer gestreamd worden. We hebben het al twee keer gestreamd deze week. Morgen gaat Nisira het streamen van 6 tot 8. Ja. Ja. Nou, toen viel het heel. Dit duurt lang, hè, dit? Ja, wat vinden wij van de Office? De serie? Ik vind de UK vind ik leuk. Amerikaanse aardig. Is, ja, precies wat Dennis zegt. Het is niet slecht, hoor. Nee, helemaal niet. Steve Carell doet het nog steeds goed, maar je weet het beter. Het is al lang. Oh ja, maar die nieuwe shit, die ken ik toch niet, weet ik veel. Ja. Kijken naar de gamepjes op tv. Ik heb een dodo. Chrisje zegt dat ik heb een dodo. Dat is niet waar. Nee, je liegt echt. Serieus, je liegt dat je past. Plusje popje. Je hebt die leeft niet. Lange naast. Er zit geen hartslag in dat ding dan. Je hebt een dinosaurus. Nou, tof dat je een hagedis hebt. Bram zegt, Shelly ziet er leuk uit vandaag. Jezus. Sjaak zegt, Dennis, wat ziet er leuk uit vandaag. En zeg nog even over mijn mooie schoenen dan. Ja. En dan rond je weer compleet. En over mijn muts, waarom je mijn muts over in de lente. Spaar jullie PlayStation trofeeën? Nee. Ik spaarde wel altijd Xbox trofeeën. Alleen nu gaat af en toe het kantoor ook over mijn account heen. En dan vind ik het niet zo leuk. Ik weet zeker dat ik meer trophies heb dan achievements. Nee, ik niet. Ik zeker wel. Maar ik was echt een achievements spaarder ooit. Nee, ik niet. Toen had je nog haar. Dat is zoveel werk. Ja, ik vond het altijd leuk. Dan, ik heb zelfs bij één game 1000. Headshot. Waarom zit dat niet meer in game? Monster kill. Dat is toch gruwelijk als dat? Ultra kill. Dat voel je ook gewoon goed, weet je wel. Ja. Ja. Dan voel je echt een man. Ja. Maar er zijn ook mensen die jelle schoenen lelijk vinden. Dat is niet waar. Ja. Kan niet. Meld je maar bij de conciërge. Het netwerkkabel zegt dat. Wat zeg je dan? Undead Guru zegt, wie is de leukste stagiaire van GameKings? Stagiair. Ik vind ze allemaal even leuk. Allemaal, dat is heel politiek correct. Ja, maar dat is mijn werk. Politiek correct zijn. Ja? Ja? Vreselijk. Behalve als ik straks de politieke ga. Dan ben ik niet meer politiek. Dan ben je ineens inderdaad. Zo. Dennis Siegheilde Bruin. Joekeloese Dennis, Turkse pizza of kapsalon? Turkse moeilijk. Pizza. Als je kapsalon zegt, dan ga ik pizza, nu inderdaad. De deur uit. Wicked sick. Een klant van het bedrijf waar ik werk hebben een waakzwijn. Ja. Dat ding is echt. Dan wist je dat zwijnen heel zagrijnig kunnen zijn. Rotgeweer dit, jongen. Ja, wat een rot ding. Ja, maar als je raak is, dan is het echt heel. Nee, helemaal niet. Ik heb net twee keer raak geschoten. Dat is helemaal niks. Ik ga gewoon lekker een andere pakken. Precies. Wat is jullie beste game herinnering? Ja. Denk, als we het toch over Fallout hebben, de Vault uit Fallout 3 uitstappen. Oh, dan is bij mij dan meer bij Oblivion bijvoorbeeld, dat ik naar buiten liep zo. En dan meteen dat in wandelen en zo van wow, dat is de stad groot. Nou, bij mij was het meer de eerste keer dat ik een Oblivion Gate zag of zo dan. Maar vooral dat ik de Vault uitliep toen jizz in my pants. Jezus Mondella, die zegt van Dennis, wat is je favoriete band die op Fort Rock 2014 komt? Ghost. Nee, dat ga ik toch eigenlijk Maiden. Maiden? Ga je echt voor Maiden? Ja, ik ga Maiden, ja. Oké, okay, wat staat er ook weer nog meer? Ik kwam er laatst achter dat ik dus gewoon wel een keer naar Iron Maiden ben geweest. Ik heb volgens mij Iron Maiden ook wel een keer. Want toen was het niet zo heel goed. Toen was het die andere zanger. Nee, toen speelden ze integraal hun nieuwe cd. Ja. Plus vier oude nummers. Dat gebeurde ook vaak, hoor. Ja. Maar wat speelt er nog meer ook weer op Fort Rock? Slayer! Slayer, Jesus, dat is de beste metalband ooit, dus dat kan niet maar anders zijn. Maar Slayer thuis vrijwel niet. Nou, ik ook niet vaak, maar je kan niet zeggen dat het niet de beste metalband ooit is. En Ghost ga ik straks onderweg naar huis gewoon weer draaien. Nee, ik ga voor de Delftse plaats. Als Asmodeus, Satanas. Gamen jullie met muziek aan of uit thuis? Uit. Ja, uit ook. Dat snap ik niet helemaal, omdat ik uit als muziek in de game? Nee, maar gewoon geen extra muziek. Nee, ik ook niet. Waarom zou je dat doen? Nou, omdat heel veel mensen doen dat toch, hoor. Gewoon de game muziek uit en gewoon eigen muziek op. Oh, maar nee. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik moet zeggen, op de een of andere manier lijkt het moeilijker om tegenwoordig op Titans te landen. Nee, is helemaal niet. Nee? Ik vind dat wel, die tijd is lijkt wel sneller of zo. Als je onder de knie hebt, dan lukt het wel. Misschien zijn wij gewoon niet zo goed aan. Hebben jullie Age of Empires 2 gespeeld? Echt helemaal aan de kloot, die game. Heb ik zoveel gespeeld? Welke? Age of Empires 2.
Ja, maar ja, dat vond ik wel leuk. Hey Dan, Jut Kloes, hoe zegt Dennis, vind je Halo 3 ook de beste multiplayer van deze generatie? Dat is niet meer deze generatie, toch zeggen, vorige generatie. Call of Duty beter was. Modern Warfare 4? Ja. Nou, fucking Needler, wat dan met je Needler? I don't need a Needler. Nou, ik vind het wel heel vet hoor. South Park, Stick of Truth, schreeuwt iemand hier heel hard. Ja, ook leuk. Dat is wel vet. Ik heb geluid al... via tv, wat vond jij ervan? Ja, ik heb hem thuis, maar ik heb ook geen tijd om te spelen. Dus dankzij ik heb ons, nu een hè? Paar uurtjes gespeeld. Moest je lachen? Ja hoor, ik moest wel lachen. Ja. Nou, zo leuk. Nee. Wat voor geinig. Dat is je hobby, humor. Spring erop, Shelly. Godverdomme, ik zie opeens standje. overal Titans. Lievelingspizza? Hawaii. Nee. Ja. Ik hou dat echt niet van zoete pizza. Mag wel. Oké, sorry. Mozzarella. Ja, ik heb laatst iets met parmaham dan. Ja, dat is... En met mozzarella en wat andere dingen. Truffelolie eroverheen. Dennis, ga je er een keer een League of Legends spelen of iets mee doen? Ik denk dat is echt plezierig is, dus ik denk dat hij hier nog wel een keertje los gaat aan mij. Ja. Shelly, of je even niet meer wil vloeken? Oh, sorry. Vloek je wel eens? Nee, ik vloekte toch niet? Ze zijn het godverdomme. Nee. Oh, niet. Shit. Shit. Dat was ik niet. Shit is misschien ook wel vloeken. Shit. Klein shit. Beetje. Oh, dan doe ik het weer. Ja, oké. Okay. Het gebeurt toch wel. Onbewust. Zijn jullie al dronken? Ja. Nee. Nee, we hebben net twee biertjes op. Ik heb nog niet eens één wijntje op. Dus nee. Moet er nog wijn komen? Zo snel gaat het niet, jongens. Het laatste potje al. Want het moet afgebroken. Want mensen achter ons willen naar huis. Inderdaad. Is dat zo? Ja. Regie wil naar huis. Ja. Oh, ze lopen serieus net weg. Ze lopen al weg. Kijk het maar. Ze moeten ze staan er niet eens. Ze gewoon indrukken. Ja. Dan voel je eens een keertje wat wij wel te voelen elke vrijdag. Ik heb zo zin om die aflevering af te kijken. Weet je waar ik zin heb? Om inderdaad nog stiekem gewoon 3 uur door te gaan. Zodat iedereen hier moet blijven. Zodat ze zich voelen als ons, inderdaad. Oké, bij deze gaan wij nog door. Nee hoor. Ik zie ze al. Ik zie er eentje bij de flauw vallen erachter. Oh, die komen niet binnen. Ja. Zijn we daar nooit dan? Ik laat altijd sociaal. Zijn we daar nooit dan, zegt hij. First look. Hij had er nog een puntje, had hij. Hoezo? Tot 5 uur s'nachts bij First Look nog even moeten gaan zitten. Ah ja. Ja, oké. Okay. We zeggen er niks meer over. Touché. Goed, touché. Al blijven we daar best vaak best lang. Ik heb zin in First Look. Ik wou er gewoon meer van wist. Ik ook. Weet je wat het leuk is namelijk? Dat je op First Look heb je misschien aankondigingen zeg maar, op de E3 gehad. Die daar misschien al, weet ik wel, veel meer zichtbaar zijn dan... Misschien hebben de mensen het al gezien op Hoge Terreinen. Bier en worst. Daar heb ik dus zin. Ik heb het over hoge terreinen. Ja, als ik over hoge terreinen heb, waar heb ik het dan over? Game King Studio. Coming to a studio near you. Game King Studio. Mensen kunnen er nu al langs lopen. Hè? Ja, je kan nu al selfies maken. Mag je aanraden? Wow. Sterker nog, laten we een fucking t-shirt weggeven aan de mooiste selfie van de volgende week. Ja, selfies bij de Game King Studio. Selfies inderdaad. Bij Game King Studio. Hoge terreinen, ergens in het winkelcentrum. Ja. Ga ermee op de foto. Maak er een mooie selfie. Echt vette. Hashtag Game King moet erin staan. Denk ik. Hashtag GameKing Studio gewoon. Ik kijk gewoon even naar de regie. Is er al een GameKing Studio? Nee, doe gewoon GameKings. Hashtag GameKings. Het is gewoon ons Facebook. Ja, dat is gewoon onze. En we willen een selfie van jou bij de GameKing Studio in Hoog Katerijnen. En dan krijg je gewoon een GameKing shirt. Je krijgt gewoon een vet GameKing shirt. Bam. Alsjeblieft. En we gaan gewoon weggeven voor de volgende livestream? Die kunnen we gewoon volgende livestream weggeven. Ja, dan gaan we dat doen. Onthoud jij het? Shelly, kun je dat ook onthouden? Dat kan ik onthouden. Ja, Shelly gaat onthouden dat het gaat gebeuren. Sterker nog, jij bent de jury. Oh yes, dat vind ik tof. Ja, vet. Moet je wel echt extra hard je best doen. Ik ben heel goedkeurig. Jezus, jij maait ze gewoon allemaal. Shelly is niet zo makkelijk als ik. Nee, heb je allemaal, ik ga enkel mijn twee. Kijk, wij zijn namelijk te porren voor foto's van naakte moeders en shit. Shelly niet. Die wil naakte vaders. Die moet anders. Ja. Dan zitten wij een soort van te spugen over de bank heen. Oh, get to the dropship. Get to the dropship. Naast gamen en films kijken, lezen jullie ook wel eens boeken? Ja. Heel veel. Ik niet heel veel. Ik heb een e-book in de trein vooral. Ja? Ja, je bent een e-reader. Ik heb ook een e-book. Ja, maar ik vind boeken eigenlijk fijner. Ja, ik ook. Veel fijner. Oh nee, ik ben er echt helemaal vanaf. Ik ben echt van de e-book. Gewoon omdat het zo handig mee te nemen is. Ja, afgezien van dat print een stervend medium is, vind ik zeg maar... Nee, precies. Voor bepaalde soort van special edition, weet je, boeken die gaan over kunst en wat dan ook weer hele mooie dingen in staan. Dat is gruwelijk, weet je. Dat wil je gewoon, dat blijft altijd. Koffietafelboeken eigenlijk. Die vind ik het leukst.
En boeken over meditatie lees ik wel. Dat ik gewoon ook ooit een keer de Boeddha-status kan bereiken. Ik heb onlangs een heel mooi boek gelezen over de oorlog van de Tibetanen. Ah, dat is toch kut. Ik sta gewoon op je te wachten. Ja, jij doet alleen maar inderdaad heel veel geschiedenisboeken. Ik luister. Het zit ook in de Wolfenstein aflevering. Wat vind je van rolstoelbasketbal? Om nog even vandaag weer in te rammen. Moi. En neutraal. Neutraal. Medium. Ik zou zeggen medium. Oké. Het zit erop. Shelly die is wederom tweede geworden. Fucking goed. Kijk, 100.000 man willen gelijk de vriendje zijn. Nou, dat snap ik. Morgen zijn wij terug van 6 tot 8 vanaf Nisira Headquarters. Die gaat de Elder Scrolls online spelen. Ja. En wij gaan aflevering 2 afkijken. En onthoud, mensen. Kinders. Aanstaande maandag. Moeders. Vaders, rond 10:30. Iedereen. MTV. Begint het nieuwe seizoen van Game Kings. En je moet erbij zijn. 15e seizoen van het enige programma wat het doet over videogames. Ja, en vertel dat eventjes tegen iedereen die je kent. Tegen je vrienden, je vriendinnen, je moeder, vader, opa, oma's. Weet ik wel, al zitten ze in de hemel. Maar vooral zeg vrienden, vriendinnen en moeders. Meer niet. Ja. Dat is genoeg. Oké, houdoe. Vrienden, vriendinnen en moeders. En een goed weekend. Doei.